The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de mensen na de feest. Libers op een middag na. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Vandaag mijn oudste comedy buddy op bezoek. Hij nam mij onder zijn vleugels en leerde mij navigeren door het toen nog prille Vlaamse comedielandschap. Jullie kennen hem als Foute Vriend, man in Absurdistan. Beste vriend in de 5000 Vrienden van. Hij verscheen in programma's als Scheiren en de Schepping, Comedy Casino, Mag ik U kussen en Zonde van de Zendtijd. Hij schreef ook maar liefst zeven avondvullende comedyshows bij elkaar. En kreeg net vijf sterren in de standaard voor zijn nieuwste voorstelling, De Jaren van Verstand. Welkom, Thomas Smith. Dag Alex. Goed hè? Ja, hè? Je wordt al aan het wachten van wat God hem allemaal zeggen in ja, de ja, ja, inleiding. Ja, ja, zo. goed. De Jaren van Verstand, dat is al wel een titel die je vraagt om een uitleg, een beetje. Hè? Absoluut, ja, 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 ja. ja. Dit is ook echt, echt zo wijs, filmgewijs tot mij gekomen. Oké. Okay. Ja, 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 vertel, ik, vertel. Ja, ja, ja. Is, uh, ik, ik heb hem ook op zes maanden gemaakt. Dat is de eerste keer dat ik op zo'n korte periode een show maak. Hoe lang doe je er normaal over? veel te lang. <laughs> dat is echt zo. Allee, ik denk dat ik nu wel een vorm gevonden heb. Uh, uh, maar dat, dat komt allemaal bij hoe, hoe dat je hoe dat titel ook is. En zo. Ik had, uh, meestal was het eigenlijk denk twee jaar of zo. Mm -hmm. Dat je zo stukjes bij elkaar en, en zo, laat het maar komen en spelen en ah oh, dat vind ik wel tof en dit en dat. Maar nu, ik had uh, mijn, de vorige strak, mm -hmm. voor de laatste keer gespeeld, die meisje, die was ook opgenomen en dat was uh, Volle zaal en dat was heel plezant, heel tof, leuk. Interactie, dat materiaal. En de applaus was nog bezig en ik ging zo naar beneden om mijn kleedkamer en ik had zo van. Pff, wah, ik mis iets, ik mis iets, er klopt niet. En, en ineens kwam er van mij ja, ik moet dieper graven, ik wil licht, de richting keihard vergaan. Dus, ja. het, oh, het is echt tijd voor de jaren van verstand, gest. En dan zo. Pff, ja. Dat is een titel, bam. Ja. En dan uh, ben ik de dag daarna er begonnen eigenlijk. En echt gewoon. Beginnen schrijven, uh, even een maand en een half en dan jeugdhuizen gaan doen en elke keer dat optreden, die try-outs, opgenomen. En een dag daarna volledig uitgeschreven. Volledig. Dus met de eus en de... Amai, in herhalingen, echt... Dat heb ik nooit gedaan. Ja, nou, ik, dat, is, dat was voor mij ja. nieuw, maar dat, was, uh, dat is een openbaring geweest voor mij, omdat dat, uh, dat is kei om gewoon te gaan zitten alsmorgens zo. Terwijl ervoor ging ik zit in mijn bureau, ja oké, okay, komaan, we gaan nu show werken, wat gaan we doen? Ah. Een vlekje <laughs> op de muur. <laughs> en direct weg of zo, of zo. Easily distracted. Ja, easily Of je kijkt <laughs> naar een stuk en je zit daar zo. Eh, want ik was niet zo'n schrijver. Zo. Meer zoiets van. Oh, dat vind ik tof en dat bleef dan hangen in mijn kop. En dan groeide dat wel. Of iets dat ik, uh, dat ik wou vertellen, maar ik kreeg dat niet goed. Dat stierf van een, een stille dood, zeg maar. Hè. Ja. Terwijl nu had ik zoiets van. Ja, die dingen die in mij zitten, ik wil me er echt in vastbijten. Ik wilde wil dat kwijt. Ik wilde dat echt kwijt. Dat was heel duidelijk aanwezig. En, uh, en wat was dat dan dat je kwijt wou? Want waarom, waarom, waarom voelde je toen dat je dat dan toe hoort? Ik ben niet diep genoeg aan het graven. Ja, wat ja. was dat? Ja, wel, er, er zijn altijd stukken geweest die zo vanzelf komen. Je mocht iets mee in je leven en je denkt: Oh, nou, dat is grappig. En vertelt dat, baaf. En dan dikte dat wat aan en zoekt uit. Wat is de permissie erachterin? Maar er waren ook stukken dat ik denk: van uh, hoe, hoe dat ik kom uh, met, 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 met vluchtelingen bijvoorbeeld. Met dat gegeven, dat je ziet dat opnieuw of je leest erover. En ik denk dat, dat is toch. Zot wat daar gebeurt, bijvoorbeeld. Dat, mm -hmm. doe ik, dat doe ik. Of vroeger had ik stukken van... Uh, ja, dat ik vind van... Uh, met geld, bijvoorbeeld. Van, uh, hoe, hoe, hoe dat wij omgaan met geld. Hoe kan dat nu dat er... Mensen zijn met zoveel geld, hè, dat cliché, en de mensen met niks. Dat, dat is toch raar? Hè? Dus en ik had zo'n stuk vroeger. Uh, voor iedereen geld. Ja, hè? dat weet ik nog. Ah, wel, uh, dat is nu een keigoed voorbeeld. Dat mm -hmm. had ik. Ik heb dat in de Joker verteld. Dat werkte er zelfs. Maar dat merkte ik op andere plekken werkte dat niet. En dan heb je dat zo een stille dood laten sterven. En nu heb ik gezegd: die stukken die ik nu heb, ga ik dat niet doen. Ik ga dat echt uitwerken, uitpuren, zodanig dat, dat, dat ik dat eigenlijk op de man krijg, overal, zonder belerend te zijn. Ja. En dat is echt de uitdaging. Dat is wel moeilijk, hè? Dat is, ik vind dat de ambacht, of dat is onze stil. Want het is, mm. het is comedy, hè? Ja. Het is een comedy show. Dus ik vind, je kunt niet maken van een kwartier te lullen en dan zo'n klein grap kunnen het en te zeggen: ja, ja, maar ik wil een boodschap meegeven. Ja, dat is goed, gast. Maar het is wel ja. comedy. Dus de, je mag geen kwartier praten van we moeten anders leven en hier is een kwinkslag. Dus ik had echt zo van, het moet comedy blijven. Ja. En um, daar heb ik me echt in vastgebeten. Dat bedoel ik met dat materiaal. Dus uh, van deze keer gewoon zitten, er rond sleutelen totdat je dat ja, eigenlijk verkocht krijgt als, uh, als comedy. En ondertussen, voor wie wil, krijgt die tweede laag ja. mee. Maar dat hoeft niet. Ja. Het is ook gewoon een goede joke. Okay. Dat is wel grappig dat je, um, dat is op een, op een bepaalde manier funny, dat ik daar ook zit in mijn nieuwe show. Met meer jokes en minder dat minder langere uitleg met ja. iets dat je wilt vertellen. Kein dat goed. je dat op die manier kunt doen. Ja. En dat is, dat is dat omdat je het gevoel had dat je vroeger, toen je je shows ervoor speelde, hè, want je, toen je begonnen zijn met chaos en zo, dan ja. ze, de, ze de heel hard begonnen met improviseren. Hè, ja. Met heel veel dingen te doen gewoon op het moment zelf. Ja. Maar dat is ook allemaal niet zo berekend geweest ofzo, mm -hmm. dat was gewoon buikgevoel volgen, dat was ook nodig dan, want mm -hmm. toen wou ik ook een show schrijven en dan had ik anderhalve maand geschreven in een periode van zo te beginnen trui, toen kwam aan en ik vond dat allemaal kak. <laughs> ik vond dat echt, jongen. Hij zegt, ja, hier zit, hier, ja, pff, dat doet mij niks, ja. dat doet mij niks en dat is les één toch voor iedereen die comedy wil doen, over wat moet het hebben. Niet over wat je ja. denkt dat grappig was nee nee, over hier leeft ja. in een buik en hier, we moeten rut mm -hmm. Ook al is dat niet grappig, als je een comedian bent, zal dat grappig worden. Ja. En, dat uh, hoopt het toch, hoopt je Dat hoopt, hoopt het toch, ja. Dat ja, hoopt ja. Hoopt het toch. En soms, soms moet ik ook zeggen, er zijn ook stukken geweest, ik heb ook heel veel weggegooid, mm -hmm. ook van die dingen dat ik denk, oh, ik werk er nu zo hard aan. En dan, maar dan, bepaalde factoren komen erbij van, past het in je thema dan bijvoorbeeld? Nee, want dat blijft daar zo knel. Pas. Nee, oké. Okay. Uh, eigenlijk is het een dubbel voorbeeld van wat je daar al zegt? En dat stuk, stuk werkt wel. Of zo. Oké, okay, baf in, terwijl. Ah, ja. Soms doet dat echt pijn. Dat je denkt. Oh, maar dat zegt kill your dog. Ja, wat zijn zo dingen dat je hebt afgeschoten? Dat je, wat dat heb ik afgeschoten? Uh, afgeschoten? Ik heb die voor deze voorstelling geschrapt en dus opzij gezet bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, een stukje dat ik vind ruzie. tussen, vooral met koppels. Of tussen. Uh, eigenlijk tussen iedereen komt meestal neer. Mij is opgevallen van hoe snel dat dat niet meer gaat over dat onderwerp. <laughs> <laughs> dat is een goede premisse Dus dat dat, eigenlijk is dat gewoon hele tijd een bolletje negatieve shit aan elkaar doorgeven. Hey, je dat het ene die afblokt, die doet zo en die neemt een scherm en de andere is ontgeven ja, dit, 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 dit. En ik pak het bolletje in ja. die hand. die is is dat bolletje Totdat je zoiets zegt dat het me weet of zo. Bijvoorbeeld in een relatie zeggen we dat... en daarbij ik heb het om nu vrienden vraagt, en zij vinden dat ook. Waar? Die gaan met mijn vrienden? Hup, en dan, dan zit jij ermee. met mijn vrienden? En dan zegt die ander, ik pak het niet, anders, ik pak het niet anders, dat dat jij ze weet. En de ik heb met je moeder ik, wil, ik ga met mijn moeder, hup, terug naar haar. Bijvoorbeeld. Maar je voelt... dus, dat, enfin, dat was heel goed. dat was heel goed. had zo ook in de try-out een paar reacties opgeleverd, en ik was er al een sleutelen. Maar dat, ja, dat, ik kreeg dat niet in de jaren van verstand. Okay. Gepast, dus ik heb gezegd, na en tijd, was, dat, was dat de reden? Je kreeg het er niet in gepakt of er het ingepast. stuk was niet wat je dat wou dat was? Op het moment dat, 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 dat uh, heel die voorstelling zo'n spanningsboog begon te krijgen, was dat nog niet goed genoeg. Ja. En heb ik besloten: van, ook, teken, ook al steek ik dat nu keihard dan nog blijft het een beetje zo: ja, waarom zit dat erin en waar moet ik het zetten en zo. En zo van: oh, oké, okay, weg ermee. En ja. dan merkte ook direct. Uh, enorme verademing. Enorme, pooh, en dan denk ik, ik nou ja. ben een stuk kwijt. Maar heel snel wordt die ruimte gevuld door materiaal dat je dan niet hebt weggegooid. En, en, en dan krijgt dat precies ook meer plek om, om grappiger te worden. Dat is hetzelfde ook met, met premissen en zo. In het begin zijn die altijd heel lang. Ja. Hey, ik heb thuis zitten denken en het is mij opgevallen. En bla bla bla. Dan wordt een mm -hmm. zo'n heel klein stukje funny. En dan het dat je erom werkt, wordt daar minder en minder lang en kom je meer tot de essentie dat je het in één mm -hmm. zin kunt zeggen. Ja. Want nu zei ik van het valt mij op uh, bij ruzies uh, uh, hoe snel dat dan niet meer over het onderwerp gaat. Dat ja. is heel concreet. Ja. Nu in één zin, dat er, maar in het begin zei ja, ik zeg, eigenlijk ik ruzie zitten maken en dan zitten we bezig en dan merk ik zich, zeg, maar het ging toch Allee, dat is, dat is bagage. Ja. Ja. En altijd als je dat korter maakt, die, dat is niet dat je tijd kwijt zit, want geen, de ruimte dat je vrijgemaakt hebt wordt ingevuld door de funny. Dan ja. wordt hij een acteoutwerker. Omdat dat zo zuiver is, kun je veel meer amuseren. Ineens ook met de beelden, met de voorbeelden te geven en dit en dat. Ja, want het is ook leuk omdat als je dan die ene zin vindt en gezegd die je ook, dan moeten niks niet meer uitleggen op nee, het publiek. Nee, die is dat publiek automatisch mee met alles wat ja. daar achter komt. Ja. Dat en daardoor waar... voelde ook ineens een zwembad om ja. in dat zwembad van dat gegeven dan te gaan zwemmen in een ozel te doen en springen. Dus dat is heel tof altijd. En dan dan voel ik ook altijd van, ah, deze is echt een goede beslissing geweest. Als je merkt, gaat dat eruit, dat doet pijn, maar dan een half uur later zijn ze er gewoon niet meer mee bezig. Mm -hmm. En even om eenmaal die allereerste vraag: mm -hmm. <laughs> dat, van dat de jaren eens, van nee, van waarom dat uitschrijven? Hè? Mm -hmm. dat, is zo, dat was zo gemakkelijk eigenlijk. Dus je stond op en je moet niet. Hè, want soms zet ik dan ook naar een scherm te staren van, oh ja, ik heb dat idee, of ze rondlopen of dit of dat. En nu is dat gewoon, nee, nee. Je zet die opname van gisteren op en je typt. Ja, ja. Je typt dat gewoon helemaal uit. En ja, je moet altijd, hè, dat is een zin, pauze, typen. Zin, pauze. Ja. En ik merkte ook, je begint te typen en je zit ineens, op ineens je En ineens niet, een stuk geschreven. Zo we, oh, oké, okay, wauw, straks is er lezen. En we gaan verder typen. Tup, tup, ja. tup. En na vier uur of zo stopte jij, ze hij moe, en zei: Wat heb je vandaag gedaan? Oh, je op zijn minst daar. Ja. En dat is een goede vibe. Ja. Terwijl je zo vier uur in een kamer hebt gezeten van, je dan is dat weer een negatieve vibe van, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Wat heb ik, ik gedaan? Ik heb fucking het getipt. Ja. Die fucking was niet nodig, Dus maar goed. Als uh, dus dat je als uw vrouw zegt, gaat weer een hele dag zitten niksen, kun je gaan zeggen, oh, nee, nee, nee. Look hey, Kijk, look, dat is mijn computerscherm. Perfect, perfect dan, hè, typeface. Ja, ja. Voilà. ja. Dus dat voor mij was uh, een openbaring eigenlijk. Met, ik vind ik dat het interessant het dat je dat zegt. Super Ik heb dat ook nog nooit gedaan. Je en dat dat ziet, als je dat vertelt, dat ik denk van, fuck, dan moet ik misschien ook iets proberen. Dat is echt waanzin. Omdat, Omdat je, inderdaad, ja. ik heb dat gedaan met niet het uit te typen, maar met te luisteren naar een opname. En dan begint de automatisch door te denken. Over dingen die je gezegd hebt. Ik denk dat je... dat hetzelfde is. Ja, min of meer. Ja. Het, nou, maar het schrijven uh, is nog wel zotter. Het graven is dat je dan, je kunt er naartoe gaan. Hè? Want ik heb die nu, die show is helemaal uitgeschreven. Tot, mm -hmm. op, tot op elke act uit aanhalingstekens. Natuurlijk ook, en dat is dan uh, hetgeen dat ik met dat improviseren geleerd heb. En dat was ook een nodige stap, denk ik. Uh, was, uh, ik vond dat materiaal niet goed toen. En ik was zo van, ja. Oh. Ik dacht ook aan mijn vorige show, wordt ik ook zoiets had met Maar die momenten dat ik improviseerde had, waren altijd zo magisch. Ik denk, oh, ik ga dat gewoon doen, ik moet beginnen te en ik heb niks. Dus oké, okay, ik ga met niks. En zo is dat gegroeid. En dan mm. heb ik dat twee shows gedaan. Maar dan begon ik te voelen, het wordt een trucje. Yeah. Want ik vond het heel belangrijk voor mezelf, het moet, het moet oprichten. Yeah. Ik, ik wil echt niet meer zo uh, doen alsof ik improviseer. Ik, moet echt, ik ga iemand iets aanspreken en me spelen met wat er gebeurt hier een avond. Maar na twee seizoenen begin je te merken gewoon, ja, er zijn niet zoveel verschillende beroepen, of situaties, of sferen. Of, of antwoorden op vragen. Antwoorden. En ja. dan merk ik soms, zo, gaandeweg was dat toch zo van, ah, oh, die pijl, Zo'n soort, dat heb ik vorige keer gezegd, omdat je zit toch ergens ook een beetje in overlevingsmodus op dat podium. Maar je wilt wel dat ze een goede avond hebben, dat ze mee lachen. En dus er is een soort behagingsding dat u beklampt. En dat was net de opdracht van... Het werkt pas als je dat eenmaal kunt weggooien en zeggen van ik moet niet grappig zijn, ik moet niet behagen, ik moet gewoon er zijn zoals ik ben, alsof ik hier relaxed zit met u eigenlijk, mm. en niet, de, niet de, de dwang voel van grappig te zijn. En dan pas ga het echt gebeuren, want dan zit je helemaal vrij in je hoofd. En als dan iemand iets vertelt, begint dat die ook gewoon... Pff, mm. zonder, en soms duurde dat echt vijf minuten of zo. Een gesprek met iemand. Maar dan ineens, toch begon dat dier te werken. En dan gebeurde er echt effectief iets. Maar ik merkte nu, na dat veel te doen, dat ik niet meer tot dat punt kwam. Omdat vanaf dat een minuut of zo wat spanning was, ja, dan trok het toch zo de trucken boven. Je had dat altijd al klaar liggen op den duur. Op de duur, dus op de de duur al... ja... Ge, ja. Ik wou dat niet klaar hebben, maar ik merkte dat je dat niet kunt tegenhouden. Omdat je die vrijheid niet meer had van in begin. Ik, door het begin. Ja, door het veel te doen begonnen die vrijheid te verliezen. Gewoon. Enfin, en dan, allee, dan was het denk ik een keuze van: oké, okay, ik mij nu verder verdiepen erin van hoe ga ik dat dan weer opzij schuiven en toch vrij blijven. Maar ik merkte ook tegelijkertijd de ongelooflijke goesting om terug echt iets te vertellen. Ook. Ja. ja. Maar misschien hebben je dan toch eigenlijk al die shows moeten maken om terug tot die goesting ja. te komen in 2019. Ja, ja, terug tot die goesting te komen. Plus ook om beter te spelen. Ja. Ik heb echt gemerkt dat ik door die impro te doen, dat ik beter speel. Want dat, wat ik daarvan mee heb gepakt is... Oké, okay, die show is nu helemaal uitgeschreven. En die voorbereiding is keihard. Maar op het moment dat het optreden begint, is het wel ook gewoon loslaten. Oef, niet die geschreven tekst proberen te ja. her... Af te rammelen of mm -hmm. om op te zeggen of zo. Nee, nee. Mm -hmm. Echt gewoon spelen en conversatie met publiek. Alleen ja. de illusie van een conversatie met het publiek. Ja. En, en, en ervoor te smijten en het te herbeleven, eigenlijk, elke keer. En dat, ik zou niet staan nu, uh, hoe dat ik nu speel, als ik dat niet gedaan had, die impro-dinges. Dus uh, ja. Maar als, als, je, als je echt, hè, want dat was wel iets heel zot hè, in een tijd. Er ja. waren niet veel mensen die dat die gedaan hadden. Ik denk dat je Ross Noble kent uit Engeland die dat doet. Ja, ja. Maar er zijn uh, weinig voorbeelden. Ik weet dat uh, Nigel ooit eens zo'n soort comedy tombola had gedaan. Dat ik dan ook eens gedaan, met ja, vragen. Ja. Hè, dat ja, je zo briefjes ja. met vragen, zo, dat ja. was bij mij met het begin van denk ik Interesting Times, mm -hmm. vragen. En, maar ik heb dat denk ik twintig try-outs gedaan ofzo. Mm -hmm. En dan was ik er klaar mee. Ja omdat ik toen voelde van, ja... Je materiaal, materiaal gevonden? Dat ten eerste. En ten tweede, natuurlijk waren dat gericht altijd dezelfde vragen. Dus je, ah, ja, ja, je okay. kunt die antwoorden op den duur al voorspellen van de meeste mensen. Ja. En dat heeft wel geholpen om een bit te maken in de show. Maar wat ik mij afvraag, ga je op het podium. Jij doet helemaal niks. Je hebt compleet geen houvast. Nee. Zijn er ook avonden dat dat vreselijk gegaan is? Huh. Als ik dat... Voor tien shows bekijk, denk ik dat uh, twee vreselijk, twee middelmatig en zes gewoon een goede show. Ja. Oh nee, twee heel goed. Echt zo van wow, wat was deze? En zes goed, gewoon een goede show. Ja. Dus ik heb een paar keer gehad dat echt nergens naartoe ging. Uh, Beveren was heel raar en Lanaken kan ik me niet herinnering En, en wat, wat was daar dan aan de hand? Waarom lukte uh, dat daar dan niet? Als, als, als dat, Beveren was echt een publiek dat gewoon niemand wou antwoorden. Gewoon niemand. Maar echt niemand, niemand. Maar ja, oh, je kunt die mensen ik. ook ergens... En pas op, ik ben dan wel blijven spelen maar mm. dat wier dan eigenlijk, als ik een soort moderne kunst uh, <laughs> voorstel... Franse wank, zo zoals waar dat Franse wank. wank, ja, want omdat ik, ik zei ook wel... Maar ik, pas op, ik, ik moest komen werken hè? ik moest ja, komen ja. werken, dus ik, 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 ik gaf mij dan wel en dan bleef ik... Oké, okay, blijf hier stil, geen probleem, en dan bleef ik gewoon fantaseren en zo. Maar dat is gewoon heel raar, als je voor de vierde keer een iemand anders iets vraagt en die doet gewoon... Ja. En dan ben ik ook gestopt met vragen stellen, want ja, dat wordt gewoon heel raar. Ja. Uh, en dan voelde ook, op zo'n avond voelde ik dat er heel duidelijk twee groepen waren, die, een groep die zei, wat is dat? En een andere groep van wauw, oké wow, tof. Heel extreem ja. eigenlijk, heel extreem. Ja. De... Wat ook was met uw recensies eigenlijk, want ik, te... herinner me, ja. ik herinner mij een vijf sterren recensie Woo. in de standaard en een 1 ster in, in de dat morgen. morgen. Ja, 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 dat wat klopt, ik eigenlijk, dat eigenlijk klopt. op dat moment heel cool vond, omdat ik dacht dat is wel de perfecte weergave van wat dat, dat is. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat me met deze voorstelling niet lukken. nee om een 1 ster te krijgen, helaas. Nee. Nee, nee, nee. die is echt te goed, echt waar. Ja, dat ik, ja ik vind deze ja, ja. echt de beste die ik al gemaakt heb. Ja, ja, ja dat gewoon weer niet lukken. En heb jij het gevoel dat dat is omdat dat ook degene is waar je echt het meeste werk in gestoken hebt? Absoluut. Ja. ja. Ik heb echt het gevoel, nu, nu het is echt gewerkt zo. Ja. Wat er echt in je zit gewoon. En ook met plezier hè. Zo niet met die doelstelling, nee gewoon... Ja, ook de jaren van verstand in, in die zin van gewoon, uh, zorg dat je een dag zinvol en aangenaam aanvoelt gewoon, dat je ja. die doorbrengt op een manier dat je graag hebt en dat is eigenlijk, die focus gaat dan gewoon kijkt naar, naar, naar de ambacht, naar de stil van de comedians zijn. en niet, uh, ga ik grapjes zijn of wat moet ik doen of dit of wat denkt je van mij of hoe zit het met mijn boekingen of nee nee, je mm -hmm. schrijfwerken, neem het een stuk hout bij is, wauw, prachtig dit en niet maar kon ze van een stoel vinden? Of zo. Nee, nee. En die is gewoon die stoel opmaken en die is daarmee bezig. En Dat was een openbaring eigenlijk. En de rest is eigenlijk loslaten. Terwijl ik vroeger veel meer met dat ander bezig was. In plaats van gewoon bezig te zijn met Thomas, wat zit er in nu, hoe dat nu gewoon is? En puur dat is voor uzelf helemaal uit. En, en, en als je geen idee hebt, begint eraan en wordt dat niks, dan wordt dat niks je gast. en Je hebt 14 dagen erom gewerkt, maar je hebt het kans gegeven, je nurture dit en oh, het is doodgeboren. Fouwbak in, niks. Ja. Ja. Mijn ja. god, Thomas, ik pink bijna een traan weg. <laughs> Deze keer schoon. Dat is ook zo. Dat is waarom dat, dat ik, eh, ik, ik. Ik zei die zin in die, uit, in die inleiding ook niet voor niks. Eh, dat je mij onder uw vleugel zet genomen. Jeez. Jij hebt dat eigenlijk ook gedaan. Je bent wel heel snel weggevlogen. Ik, ja. <laughs> <laughs> Want ik Ziet er... hem gewoon! <laughs> Maar ik moest er ook aan denken, toen je vertelde van. van want de meeste mensen kennen nu van. Pak mij mee, jong! Ondenkbare! Sorry, man, ik vloog af. Ja, ik, nee. ik, ik keek niet achteruit. Dat is nu wel. Ik, oh, ik keek niet echt, ik, 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 ik keek niet achteruit. Bye. Voor al die trage vogels. Reschieven de type, moet contenders doen. Maar ik vind het grappig dat, dat die, al die dingen die je nu ja. vertelt, um, ja, ik zit daar zelf ook en wij ja. komen altijd op, op een beetje op dezelfde punten toch maar ik denk dat de dat voor van, iedereen ja je can't fake it of zo denk ik ik denk dat dat gewoon een weg is dat je aflegt mm -hmm. en dat uh, pff, tush, en hoe we gaan nu volle zal en want ik heb dikwijls ook gedacht in de omgekeerde zin van als ik zeker met dat impro en zo zat ik ik ben niet zo bekend en ik kon dat doen en denk ik maar als jij er een goed ding zou hebben ja doe maar een gast als Alex Agnew. nu zeggen van ik kon even, even experimenteren. Mm. je ja, weet ook, als je dat podium gaat met die verwachting van ik moet hier elke keer bam, yeah. bam. En Dus denk, Er is, is dat ook een blessing in disguise. Dat je kunt zeggen, ik kom, ik kom mezelf in de schaduw helemaal uitpuren in mm. de artiesten tangen en zo. Dat is ook een voordeel gewoon. Dus iedereen, iedereen heeft zijn eigen weg gewoon dat hij moet afleggen. En ik denk dat die lessen. Ik denk dat daarom ook comedians, ongeacht van hun naambekendheid of hun succes, daarom kunnen wij zo gemakkelijk een dag vullen op café met te praten over ons beroep. Eigenlijk al die, al die stijlen denk ik. Mm. Los van wat de buitenwereld, hoe dat de buitenwereld naar ons kijkt. Dat is, ja, dat is een ander gegeven gewoon. Want jij, jij wordt ook even een van de weinige mensen die dat, toen ik dat programma zag, Helden van de Lach van Karel Michiels, hadden dus u geïnterviewd over mij. Ja, dat is juist. En dat jij wordt, jij, hetgeen dat jij zei, dat bleef mij nog heel hard bij. Was dat hij zei van: Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat hem zo precies het gevoel heeft dat hem zo maatschappijkritisch ja. moet zijn. Terwijl dat ik die veel leuker vond als je dat spelend kind op het podium was. Ja, ja. Ik denk dat dat ergens... Allez, mijn buikgevoel en ik denk mm -hmm. dat je dat nu teruggevonden hebt. Ja. Net eigenlijk, want ik, moet ook, ik heb ook nu ook het gevoel dat ik terug ben waar ik was met, met, met Alien Man. Mm. Dat was ook een goed materiaal en om elkaar gelinkt en echt hoe, hoe dat ik het tof vind om te doen eigenlijk. En daartussen is dan zo... Wat moet ik doen met mezelf? Mm. En wat dat ik, ik heb Fokken heeft al verteld over deze show, en ja, hij, ja ik vind het echt tof. En, en dan, aan de hand van wat hij zegt heb ik ook het gevoel van... ah Dat is toch ook ergens terug koor vinden, namelijk uh, bevrijd zijn van een soort verwachting. Want ik denk ook ergens is dat ook kei snel gekomen. Dat zit mm -hmm. terecht ook. Maar er komt inderdaad ook bij van, ja, dat is die ene hè, die al heilige huisjes omver en dit en dat. Dus dat zit toch sowieso in uw kop ergens. En er waren shows dat ik kwam kijken en ik dacht, ja, graaf dat je allemaal durft zeggen, maar waar waar is uw plezier, waar is uw plezier? Er waren echt momenten dat ik dacht van ja, die is ontwarken en zo. Ja. Ik moet dat hier allemaal zeggen en niet en dat. Terwijl mm. als er dan een stukje kwam, dan ga je gewoon. Mmm, ik haat het van stil te staan in de auto ja. brrr, Dan kwam ja. je niet ja. zo dan alles, die Hulk hangry. Maar dat gaat ook met dat dat kan ook met dat ander materiaal, hè? Mm -hmm. Maar daar vonden van ja, dat, 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 dat is zo. Ja, ja, denk ik nog een soort rijpingsproces voor nodig geweest. Dat, dat je niet kunt faken denk ik. Nee. Het is gewoon wel, doordat je er die keuze mocht om ermee bezig te zijn, groeide. Ja. Het ergste dat je niet kunt doen, denk ik, is, 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 is niet durven kiezen voor iets in ervoor gaan. En, en uh, stilstaan, hoewel dat, dat ook niet klopt. Uh. <laughs> Er zijn, zijn boeddhisten die kiezen om... Ja, lap. Mana. Nee, ja, maar ik vind dat altijd, ik vind altijd ik vind dat ongelooflijk. Als je zoiets zegt, krijg ik ook altijd trek van... Of niet, hè. Ja. Dat is toch waar? Dat is toch waar? Maar, ja, maar dat is toch waar? De ultieme doodtoner. Ja! Maar ik vind dat heel belangrijk, om, uh, uh, dat het bewust is, die en of niet. Ja. Dat is het verschil, denk ik. Als je, als, je, als je zegt tegen iemand, bijvoorbeeld een beginnende komiek... Het is heel belangrijk dat goed komt. Mm -hmm. Dat je die micro er Vlot uithaalt en dat je naar het publiek kijkt. Hè? Dat klopt. Of maar, niet? Of niet, want ik denk als iemand kiest, ik kon er naartoe en ik kon kloten en ik kon <laughs> niet kijken om dat publiek kijk, je moet de, dan denk je, oh wauw, als iemand dat me bewust gekozen heeft, dat kan graaf zijn. Mm. Maar dat is wel een bewuste keuze. Hè? Ja. Draag, dus je moet ook weten van, het is goed om dat te doen en ik kon dat nou eens niet doen. <laughs> dus, je, dus dat klopt dat je alle twee kunnen, maar je moet er wel mee bezig zijn. Als ja. iemand dat. Ja, het moet herhaalbaar zijn. Hè? Ja, slechte uh, comedians, die, ik, ik moest gisteren een workshop doen pakken. <laughs> Serieus. En wat, en wat cool right. is als je beginners ziet, ma sommigen maken alle beginnersfouten ja? die dat er zijn. Ja? Wat ook heel goed is voor u om nog eens terug zo te, hè, u, u erom te herinneren. Van nou ah, ja, tuurlijk. Hè. Maar wat wel cool is, is inderdaad, ja, je hebt zoveel verschillende soorten manieren om funny te zijn op een podium. Maar het is wel heel belangrijk dat het bewust is. Want er zijn erbij die bijvoorbeeld funny zijn doordat die onwetend, ja. onwaarschijnlijke, weirde shit zeggen. Ja. En ik moet dan keihard lachen. Ja. Maar als je die er dan op aanspreekt, wat ik funny vond, was dat. Dan reageert je zo... Ja, maar dat was niet mijn mop. En, zo. en dan denkt al, oei, oei, oei nee, nee. Nee. You're lost. Nope. nee, dat gaan we niet nog eens terug nee. kunnen doen. Zo, nee, nee. En dat is inderdaad heel belangrijk dat je het kunt reproduceren. Ja, dat is, dat is wel, wel, want dat is ook altijd het moeilijkste, vind ik. Als je, als je try-out en je begint en je doet je stuk en je vertelt dat voor de eerste keer, ja. heb je bijna altijd de juiste verwoording. Ja. En dan moet je zo terug gaan zoeken naar hoe dat je dat hebt gezegd. Ik denk dat dan, dan echt komt dat gewoon uit je drive en dat te willen vertellen. Hè. Maar dan ja, maar als ik al zo bezig hoor, ja, dan denk ik altijd is dit interessant voor de luisteraar, <laughs> <laughs> Ik is gewoon zo bezig hoor. kun je even uh... nee nee, ik was al luisteren, nee, nee, ik was het luisteren, maar dan denk ik ook, Ik uh, wil <laughs> als pro's een open mic, mm -hmm. ik heb dat deze keer gedaan, hè. Nee, nee sorry, ik bedoelde een workshop, excuseer, een workshop, ah, ja. Maar, ja. Oké, okay, ik kon hier wat bot gaan, want anders dan ga, ik niet, allez, dan ga ik niet raken, maar dat deed toch eigenlijk echt geen zin. Wacht even, nee, wacht even. Wacht, 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 oh, okay, sorry, sorry. sorry. Eh, ik kon even zo. Als ik gulle had, dat, dat had toch niet nodig. Uh, uh, dat is waar. Dat is waar. Uh, ik, ik, heb over, ik heb het niet over dat, je, dat er, dat er uh, niemand iets is met een workshop. Dat zeg ik niet. Uh -huh. Maar als je puur door een procent op zou zetten. Dan is dat toch een van de meest nutteloze dingen. Nee, is... ik ben niet akkoord. Nee nee? Nee, nee? nee, je kunt echt mensen gereedschap meegeven. Uh, maar om... je moet toch intrinsiek al iets. Maar he, dat, he? Leerde, dat, dat ontdekte door. Wat je niet kunt vervangen, sowieso niet, is dat doen. Gewoon dat podium opstappen en bla 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 bla. bla. je kunt wel iemand ervoor toch trainen, of zeggen van maar, let op of oefen daarin, of hoe schrijven okay, of hoe niet... je van een onderwerp maar... je hebt een onderwerp als je zegt ik wil iets doen over vrienden bijvoorbeeld dan zeg je, ja als je dan tegen iemand zegt ja maar als je zegt vrienden van boven op een blad dat is niet specifiek genoeg hè. welke vrienden Waar dat je met elkaar die dat je vertrouwt die dat je niet vertrouwt maar als je eh, dus... dat doen, maar dan vertrekt dat toch van dat je dat iemand al heel veel uh, intrinsieke kwaliteiten he, om dat te worden. Ja, eigenlijk wat je nu bedoelt is, uh, hetzelfde met muziek of zo. Als je zegt, iemand heeft ofwel aanleg of niet. He? Is dat hetzelfde, want met muziek kunnen je nog zeggen, uh, bijvoorbeeld als je geen aanleg hebt, he, ik kan dat wel zeggen, ik, ja? luk, ik had wel aanleg, maar ik was geen supertalent en dan nee, kun je nee. ergens nog geraken. Maar ik had wel iets aanleg. aanleg ja, okay. Maar als je niks kunt, dan kun je wel bijvoorbeeld zelf wel spelen en dan zit je niet de beste, maar dan kunnen er nog uh, hoe zal ik het zeggen? Er is niks mis met iemand die een heel simpel liedje speelt. Ja, ja. Er is niks mis. Als jij, als jij, als jij uh, broeder Jansen. Maar met comedy, als, te, als je het equivalent van een iets heel simpel speelt, is het dan een goede joke? Of zit er dan gewoon iemand te zien, Ja, ik had even hoe speelweken kunnen gedaan? Het was duidelijk dat je thuis weg moest en uh, dat vind... we bezig <laughs> moesten houden. Ik, ik, ik denk dat. En hoeveel mensen hebben echt niks. Ook muzikaal, niks, totaal niks. Nik, nik. Ik denk dat dat een kleine minderheid is. En twee, wie zijn wij om te beslissen op één workshop of dat jij dat kunt of niet? Jong? Zie je dat niet? Nee. Afijn, je wel. Ik vind dat wel. Je kunt, je kunt direct zeggen, vind dat wel. jij zijn niet grappig. Jij ja. niet grappig hè? Maar alleen op mijn gevoel op dit moment, hè, mm -hmm. maar wie zegt als die gast keihard werkt en iets ontdekt in zichzelf, waardoor hij na nou drie jaar of zo ineens wel iets vindt gewoon, dat, en dat wij allemaal zeggen, wow. Wauw, dat had ik niet gezien. Hmm. Dat is toch ook realistisch. Dus ik denk dat je zelfs niet met die vraag moet bezig zijn als iemand een workshop volgen, komt volgen. Je moet gewoon vragen, bezig zijn met: ik ga mijn kennis delen en de rest is aan u. De rest is gewoon aan u. Met mijn gitaar kun zeggen: kijk, dit is een D-akkoord is een a akkoord En zo, en als je wilt soleren, die tonen En als je wilt oefenen, dit is een technische oefening, en uh, amuseer je ermee. En de rest laat ik, ik bij u want wie is een kick om te bepalen of dat jij binnen dit en drie jaar misschien een super simpel, maar kei oprecht mooi nummer gaat schrijven over dat je weinig talent hebt om gitaar te spelen, maar dat je het toch gedaan hebt. Ja. <laughs> ik ja, maar ik weet het, het is, het is een heel, heel snel de neiging en dat is ook een voordeel om dat vak, is, je weet direct van ja, deze was heel slecht of deze was heel goed, er is heel weinig tussen. He, als je op een podium wil staan en je bent niet binnen de 30 seconden, uw eerste mop valt wel niet, dan begint het publiek al direct, van, onbewust al, hè? van, oh, ja, deze, deze ik niet geren, Ja, of dan moet je uitleg al zo interessant zijn dat ze het ja. niet merken dat je ze laat lachen, ja, dat is ja, al, dat is al ja. heel moeilijk. Maar als je al dat twee al minuten bezig bent ja. met een kei-interessante uitleg en, en, en dus ze hebben nog joke? niet gelachen, ja. dan gaan ze zeggen, dat is interessant, maar ik vind het wel niet grappig. Ja. Dus maar ja dan konden we de... weer het ding van boeiend, Het kan ook gewoon boeiend zijn als je mm -hmm. iemand een aandacht ja. dit het is hè. Maar, maar in alle gevallen, ze echt old school gaan nog meer als, als de Nalix. Um, ik zou denken als een beetje een buitenstander dat de generatie van u dan en ook van de Nalix, dat je sowieso um, extremer wordt in hun drang om dat te doen, omdat het, omdat het zo veel moeilijker was. Ik kan me voorstellen dat degenen die nu op workshops komen of open mics doen, het is veel makkelijker, de drempel is lager. Dus ik kan me ook voorstellen dat de pool groter is en dat je meer mensen zult hebben. Van ik ga dat wel eens proberen. Terwijl dat bij ons misschien een noodzak was, want dat gewoon anders misschien zot had gebeuren. Dus misschien wel. Maar wat ik wel, wat ik wel wil zeggen, er juist omdat ik nogal vrij snel was om te antwoorden, met te zeggen. Eh, Tuurlijk weet dat of dat iemand talent heeft of niet. En wat jij zegt, is uiteraard waar. Hè? De, de mega supertalenten die springen er meestal nog ja, redelijk tuurlijk, rap uit. Hè? Iemand als een Jeroen Leenders, dat was heel rap duidelijk ja. dat hij naar een ander niveau ging dan de gemiddelde openmaker of zo. Maar wat wel waar is met die. Hè? Omdat jij zegt nu van, van bij wij hadden geen workshops, dus wij moesten erin vliegen. En het enige dat ik wel wou zeggen was... Als er toen workshops hadden bestaan... Ben ik wel redelijk zeker dat wij die gedaan hadden. Ja. He, dat je zo een... een ik denk dat wat, wat aan die workshops wel goed is... Is voor mensen die, die, die een drang voelen om dat te gaan doen... Dat is een soort lage drempel om erin te stappen. En niet alleen dat, maar doet dat in de Joker... En je kent ineens al de fokken. Je kent ineens al Bas Birker. Je kent al mensen die dat avonden organiseren. Dat is al een kleinere stap om mee te gaan doen aan open mics. Dus, en ik denk dat daar, als je dan een beetje wegwijs krijgt, en je krijgt ook al vooral een instap in dat wereldje, dan is dat wel gemakkelijker voor iemand dat dat wil doen, om te zeggen, ik kan dat gewoon doen. Terwijl wat wij moesten doen, was zo van die open podia en dat soort dingen, en dan als ik, hé, toen was ik heb hij zelfs, al langer bezig. Ik, ik, jij... ik, 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 ik ben gewoon uh, mijn allereerste keer ben ik gewoon een café binnengestapt. Ja, wat was je eerste show eigenlijk? Letterlijk een café? Uh, uh, dat was. Ja, wat was een show te noemen? Dat was met, met mijn beste maat, Chris, mijn gitarist. Ah, Chris ja, ja. Crazy. Chriske, crazy, crazy ja, ja. Chris Crazy. Chris Crazy. Chris Crazy. Wie is die met Je oh, <laughs> is goed bezig. De, de, is uh, je nog altijd aan touren? Die is juist naar Praag geweest. Met, hoe noemt die gast? Uh, je heet toch Boys cow? and Girls of zoiets? Boys ah, nee, nee. Girls Against Boys. Of Girls Against Boys. Die is met die zanger, een solo-project zit hij solo project. Een ja. beetje een indie-held eigenlijk. Een ja, uh, indie-held, uh, ja, ja. Uh, ja. Daar toert hij zo altijd ja, ja, mee met, door Europa. Ja. dat doet hij al nou lang, hè? Dat, ja, 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 dat is al jarenlang dat hij daarbij toert. Ja, absoluut. Dat was bij hem van: kijk, ik wil dat gewoon doen. Maar dat was gewoon nog niet de infrastructuur dat er nu is. Dat was geen joke. Ik had de buster. Welk jaar spreken we dan? 2000. Ja. Dat is, echt dat is iets geleden. voor dat ik begonnen ben. Dus ja. Niet ja, langer, ja, ja, de ja, nee, de lang, denk maar Een, een jaar later. later of ja, zo. Ja, ja. Dat weet ik nog. De eerste keer dat ik hem bezig zag, dan <laughs> was ik zo: holy fuck, dat is een nieuw kid in de block <laughs> <laughs> Dat is in een buster. Dat was in een buster. Ja, ja dat was, ik zo. Dus ja. ja, ja, dat was echt dat weet ik nog. Ik, uh, ik, ik herinner me nog, want, jij, want ik dat ben daarna naar u gereden hè, in de Blue Moon, noemde, dat is nu de café Olé in Antwerpen. Dat was toen de, scène, de scène, was dat de scène? De scène, de, de scène. scène. En ben ik ja. naar u, ben ik hem achter gefietst om te zeggen van... Uh, Kun die hier in hier gewoon spelen, denk ik. Ja. ja, jij wordt ook... Of heb ik niet gezegd, dat is niks voor u. Nee, nee, nee. Nee, want ga... nee dat is het, te... het, het tegenovergestelde, want ga ze letterlijk de enige die dat die niet had gezegd. is het echt. Want het grappige was, ik had, ik, had, ik had een aantal keer een gesprek gehad met een aantal mensen die ze wel stappen hadden gepakt in de stand-up comedy destijds. Ja? Een daarvan was de Jack Jack je die je nog. Ah, ja, ja, daar heb je aan De zomer ervoor ben ik met hem straat... Uh... Uh, artiest gaan <laughs> spelen. Echt waar, zo is dat begonnen. Die had, die had, ik was zo'n beetje aan het uh, lummelen. Ik uh, zo zojuist beslist aan muziek. Was het toch niet? Was het niet? Want jij dat speelt was... Bas, hè? Ik speelde Bas, ik ja. speelde Bas. Ja. Ja. Ik had zelfs zo'n jazzstudio drie jaar gedaan en zo, in heel groepjes, en bla bla bla. Maar ik voelde zo, oh, dat, dat is nog niks op. het gaat wel goed, ik weet nog, dat jij Jacco Pastorius-solo's uh, ja. kon spelen, ja. hè? Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Want dat is wel je zot. zot, je kan hem wel spelen, ja. no? hè? Dat ja, is lang spelen. geleden nu, maar goed. Ja. Uh, Die eerste show? Die eerste show, ja, mijn eerste optreden, ik zou het zo ja. noemen, dat was. Uh, uh, met Chris dus. En ik had gezegd, ik, ik had met Jack, had ik die zomer, die kwam gewoon naar mij van, hé hey Thomas, ik, ik wil gaan meenemen, uh, uh, op straat. En ik, ik ging gewoon zo, ja. En dan heb ik twee maanden mee in Frankrijk, met, met een smoking aan, uh, op straat, mensen geronteld en een showke dat wij in, me, in elkaar hadden gestoken. Maar ik voelde, hij wou voortdoen en ik zeg, ja nee. Ik wil echt die stand-up doen. Dat begon toen just in België met de Hoegaarde Tour. Die gaan van een vat in een café. En dan heb ik Bob McLaren gezien voor het eerst. En uh, Raf Koppes was toen al bezig. Mm. En Bert Kruismans ook. Dus dat was echt de generatie ja. daarvoor. Zo met... Nigel ook. Was hij daar Nigel al bij? zat daar ook al bij. zo. ja, ja. ja, ja. Mm. Oké. Okay. En uh, ik had die gasten al gezien. En ik zei, oh, ik wil dat ook doen. Oeh, oeh. Oe. En dan zijn we gewoon naar lier gereden. Een café. Binnengestapt van. Oh, kom gewoon hier binnen. Om die gast gevraagd van. Uh, die jij zitten dat je de muziek afzet, dat ik even een kwartier tegen de mensen praat, en daarna zou hij drie liedjes willen spelen op zijn gitaar. Dat was voor elkaar eigenlijk wat te steunen van, we zijn niet alleen. En die gast: oh, is goed, doe maar, tff, muziek af. <laughs> dat zie ik er gewoon staan, ah. met nul ervaring, nul ervaring in het schrijven, dat was echt ik weet nog ik denk dat ik is zo Ja, uh, ik zei Thomas. Uh, uh, zo van die moppen. Zo. Ik spring elke avond op mijn bed, zodat mijn buurman zou denken dat ik elke avond van de grond ga. Zo van die, van die... Met die mega, mega roar. In een te hoge paniek. In ja, heeft die altijd zo. Ja. En ook zo, elke morgen kijk ik ik in de lift tegenkom, kijk je echt naar mij. Ja, ze hebben een held. En, en ook fouten moppen, fouten moppen, jongens. Ik ken heel... echt allemaal fout, allemaal fout. Zo. Over uh, dikke vrouwen en zo. Ruben is gelijk. Een dikke vrouw is aantrekkelijk. Allee, in twee dimensies, hè. Zo. Echt, joh. Oh. Heel raar, heel ja. raar. Ik moet er niet meer om denken. Maar, dat wel... maar ik kwam daar wel buiten met de crisis. Hij ah, ook dan zijn drie nummertjes, zijn eigen mm. nummers, hè, zijn eigen nummertjes. Waar kwamen onder buiten? Ja. Oh, Living the Dream, man, man. <laughs> dat is ongelofelijk. echt jongen, een rush, ongelooflijk. Terwijl whatever. Hè. er was misschien 30 man of zo die ook allemaal zo gekeken hebben van. Mag ik de muziek niet terug? Oké. Okay. <laughs> zwart. Maar dat was wel. En dan nog eens allemaal van die studentencafékens. Dan is een Jack ook meegegaan trouwens. En dan begon dat wel zo dat er zo wat lachjes vielen. Ja. En dan heb ik gewoon de buster gedaan. Open mic en dan open mic En dan is ziet. Dan word jij dan bij. En toen heeft Christian van. XL. XL. Christian Lapine. Christian ja. Lapine mij zo. Hey, ik wil wat boekingen voor jullie doen. Bla, bla, bla. Maar jij zat daar al bij toen zo bij ik, u al? Ah, ja, ja. ja, toen ik u leerde kennen, want ik ja. heb Christian leren kennen door u, zo. Ah, ja, okay. want ik weet nog dat jij, ik, hè, wat ik al zei, Jack Jacks, toen je met mij praatte, dan was hij zo, ja, nou, dan sta je op dat podium en dan komt er geen lachen, dat is heel erg naar. Ja, oh, en en ik, ik voelde zo van iedereen, zo, ik had nog zo met een paar mensen gesproken die je dat klaarblijkelijk zo eens half geprobeerd hadden en die waren er allemaal zo mega negatief over. En ik heb je eigenlijk leren kennen bij Dufraje en de Wit, bij die u optreden in de Narenberg, Amai, toen die Humo's Comedy Cup gewonnen ja, hadden. Ja, 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 ja. En jij en kende iemand waar ik ermee was, Inge Geerdus, denk ik, of zo. Iemand dat jij. Ja. Mok niet. Uit. Maar jij zegt op dat. jij zegt, oh, Thomas, je doet dat ook. En dat was al funny, omdat jij Engels van afkomst was mm -hmm. en ik en ook, dat wij al zoiets hadden van alright, cool. Ja. En dan zei jij direct: Oh ja, je dat moet doen, moet dat proberen. Hè. Ik moet eens in een bus eraf komen en dat. Ja. En ik had daar nog te veel schrik voor. Want ik had al wel zo gehoord van een aantal mythische namen. Jij wordt iemand dat ik dan kende, maar er was ook ja, Nigel Williams en Bert Kruismans en de Raf Koppas en die hebben allemaal carrières en shit dat ik daar moet gaan staan. Dus ik heb zo eerst zo in de, in de scène hè, altijd zo elke ah, ja, ja. Hè, eerste zondag van de maand meegedaan, Just. omdat ik te veel schrik had voor de buster te doen. Ik wou eerst nog zo voelen van... Ik heb dat gedaan en ik weet hoe dat, dat voelt. En als dat meevalt, dan wil ik wel gaan. Ja, ja, ja. ja. Maar ik heb wel nooit een moment gehad je Gewoon een café binnenvallen. Ja, ja. En zegt, wat wel ballsy is eigenlijk. Het is ballsy ja. Het is ballsy. Maar dat Ja, oké. Okay. En dat heeft zeker zijn functie gehad. Want vanaf dan was het. En dat is ook. Dat is het verschil tussen. Ik wil dat doen en het doen. Hè. Mm -hmm. Je moet het gewoon doen. Hè. Als je dat wilt doen, moet je dat gewoon fysiek doen. Er gaan staan. En nu is dat wel tof, denk ik. Uh, er zijn veel meer plekken om te kunnen spelen, zo, als je juist begint. Maar wat jij zegt van uh, voor ons was het moeilijker. Ik weet dat niet. Soms denk ik. Op echt bepaalde van, vlakken. Ja, ik denk niet, van, Nu, jongen, nu komt de in. Hoeveel zijn er niet, jongen? Nee, nou. wat ik eigenlijk wou zeggen, oh, er 50-60 over... man of zo, waar dat je geen terecht komt, om, om daar dan nog zo. Nee, wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen was, er straks met je, met je workshop uh, inderdaad. Ja. Ik, ik begrijp dat voor mensen die talent hebben, dat dat een bevestiging ook is van, dat, je, dat is iemand dat iemand met een beetje autoriteit zegt. Deze is gaat hier maar in verder. Wat ik eigenlijk wilde zeggen was: is dat nood, uh, Heeft kunde van iemand die intrinsiek niks kan? Mm -hmm. Daar kunnen we misschien met muziek iets van laten doen. Maar als je echt niks gevoel voor humor of timing hebt, kun je daar een goede maar, comedian van maken. Ik, nee. ik dat vind, denk ik, ik dat vind, was alles wat ik ja, wilde zeggen. Nee, en daarom dat ik maar dat ik vind, een beetje. Als je dat, als je dat zo zegt, ja. he, dus ja. als, je, als je echt zegt, iemand die niks gevoel voor timing, niks humor, in dat wordt bijna grappig. <laughs> als die gast dat omarmt. Maar wat is dan het excuus van een slechte comedian? Dat het niet grappig is, natuurlijk. Hè? Maar wie zijn wij om dat te bepalen? Allee, ik bedoel, ik kan sowieso professionals opnoemen die dat ik niet graag bezig zie. Maar dat zit op het niveau van smaak, natuurlijk. Ja, ja dat is waar. Ja. Maar je kunt wel, alleen. Maar ik heb me voorstellen dat in al een tijd. De, ik bedoel, als ik u vooral naar vertel. Want het, als, ik heb de indruk dat al een beetje een bohemian lifestyle had. Hey, we kruipen niet samen met de Chris de bus in. 11 de auto in. En we zien wel of de trein of liften. Wat ja, ja. Prachtig, uh, dat klopt volledig. Ze, ja, dat is uh, romantiek, maar een grave romantiek. Ja. Uh, dat is de, dat, er moet een beetje gestoord voor zijn, dat, Allee, ik, ken dat mm -hmm. ja, maar ik ken dat met muziek, dat met ik ken dat met muziek gedaan. Daar is er voor of er zijn er niet voor. Wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen was, Gullen had een drang om dat te doen. Nu denk ik dat er misschien ook wel veel mensen zijn die, die zeggen, ik ga dat eens proberen. Terwijl je ja. er vroeger harder voor moest werken, waardoor dat ik denk dat de kwaliteit van Golo misschien hoger was, omdat dat bijna een drang was, een noodzaak om nee, het doen. Ik denk iedereen dat zegt, ik, ik ga dat eens proberen en dan het ook effectief doen. Als het er niet zit, als jij dat twee, drie keer doet hè, en dat is niet van ik wil dat doen, ik moet dat, dan stop het. Want als het niet lukt, dat is ook niet plezant. Als, als het niet lukt. Ja, en ook als je niet grappig genoeg bent, als maar niet echt, niet, echt, echt niet, hè, niet dan, dan kun je dan... het zelfs nog een jaar blijven doen, maar je gerokt nooit uit dat open mic circuit. En dan liegt het alleen nog maar aan u om te beslissen of dat jij gewoon zo graag op dat podium staat dat het er niet toe doet, of dat je er ergens mee in gaat of niet. Maar sowieso, het, het, uh, het, het kaf gaat zich wel scheiden van het koren. Dat is bikkelhard op een open mic. Ja, ja maar pas hard. op, hè, je moet echt, ja. er zijn voorbeelden. hè? Uh, Louis C.K. Mm. is een perfect boer. Vijftien jaar heeft je gast gesukt. Vijftien jaar heeft je gesukt, hè. Mm met 15 minuutjes materiaal en die, 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 die vertelt van ja ik stond in de slechtste plek bij en ik had mijn mopjes, en dat waren flauwe mopjes, en ik keelde er kampachtig om vast en ik zat altijd in de notte te luisteren naar George Carlin dat je dan elk jaar een nieuwe show van hoe doet hij dat hoe doet hij dat op een bepaald moment na 15 jaar het, is er iets gekrakt in die zijn kop en die ze op een optreden gewoon beginnen vertellen van ik ben juist vader geworden en uh, ik heb geen seks met mijn vrouw, want die ervaring is iemand onderkloot. En, en gewoon beginnen ventileren. En hij merkte, de mensen worden. Oh, oh my, wat zegt hij? Nou hij zei, maar dat deed zo goed om die reactie te krijgen tenminste, van een oprechte reactie dan zo. Oh, weer op die flauw mopjes dat hij al 15 jaar deed. En dat is zijn keerpunt geweest. Dus nogmaals. Je, je moet u als, als je een workshop geeft of, of als je iemand bezig ziet, het is niet aan ons om te zeggen: jij, jij kunt dat of jij kunt dat niet. Je kunt alleen maar iemand helpen met kennis te delen. Mm -hmm. En de rest zal de kosmos wel <laughs> beslissen voor ons. Ik zit na zo'n zo iemand uit deze school zien en denkt: Ik ken die alleen van foute vrienden. Die dan denkt: <laughs> <laughs> Wat? <laughs> Daar er we wel een punt. Uh, wat, uh, <laughs> wat een toffe mens. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is ook. Dat, was, nou, allee, dat is natuurlijk ook, ja, dat is ook tv, dat is ook goed moet zien, dat is ook, ja, je doet dat en dat is heel plezant om te doen ook zo, maar daar worden ook beslissingen gepakt natuurlijk, hè, van hoe brengen we die vier in beeld? Wie krijgt welke rol toegedeeld. Dat is allemaal nodig, hè, voor zo'n programma te maken. Hè. Je, hebt, je hebt de überloser, je hebt de sympathieker, je hebt de lul. Ik weet niet zeker wie dat de lul was, maar... Jij wordt een beetje de narrogante van de ploeg, narrogane. denk ik. <laughs> want beetje... Wat mij wel opviel op Foute Vrienden, <laughs> maar een was de, 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 op, de opdrachten dat die anderen aangaven, waren wel een aantal erbij waar ik van dacht, motherfucker, vooral dat die gasten die zo echt agressief tegen u ja, werden. Ja, 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 jongen. Ja, dat jij er met dat sandwichbord staan met Antwerpen is ja. parking en je hebt die Marokkaanse gast die er zo keihard tegen u begint maar dat te dat was een acteur, Ja, maar het goede was... Dat we dat twee maar maar had jij dat deur nee, oh nee, nee, nee. Ja, maar, maar ik stond maar, die er Want ik zeg met zei dat... ook al nu, want jij begon zo wat achteruit te gaan. Ja, kalm hem, vriend, kalm hem. <laughs> en op de duur werd dat bijna nou zo'n komische film dat je al ja, zo'n toer ja. een keer rond elkaar aan het lopen wordt. <laughs> maar ik stond daar en ik... Mijn Frank was gevallen met een paar andere Antwerpen in het er is die ding. En ik dacht, oh ja, oké, okay, dat stond op dat bord. En mm. dan weer die gast, kijk, kwaad. En het enige wat in mijn kop ging was: van, als je zo kwaad wordt voor zoiets een nodel, ja, dan zit je ontoerekeningsvatbaar. Dus ja, ik gewoon ja. echt van: ze ja, begint je gewoon te meppen of zo. Dus ik was wel effectief bang. Mm -hmm. En je zit niet te denken, zou dat een acteur zijn? Yeah. <laughs> dat is ongelooflijk, want ze hebben dat echt meerdere keren. op Het interimbureau ook, hè We zijn met Ja, god, die oh, kale gast. Ja, en Vroeger, dat was ook een heel zot moment, want jij zit daar zo... Uh, Allee, ja, dat, dat niet. Dat was een Ik vond dat heel funny, dat jij zo naar voren gaat, en jij, jij rolt zo met mijn rechter op je stoeltje, en jij neemt toch zo'n halve gevechtshouding aan, van... Echt? Ja, dan zullen we maar. Maar dat zag er ook zo foempig uit, dat maar ik ja. dacht, die gaat hier een pak krijgen, dat is niet normaal. <laughs> ja, hier, dat is ja. Dan zit hij zo... Hé, hey, vriend, en, en dat wandeltje is ook zo... <laughs> oh dus man, zo, zo nog even in begin te lopen zo hè? ja ja ja, <laughs> ja. want dan de die zo weg zo oh, wow, 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 vriend ja. en dan zo oh dat is kaag hoe dat je zegt volgens mij de gasten foute vrienden he de gasten ziet motherfucker maar wat ja, ze bijvoorbeeld ja ze moeten dat ook en dat wordt geknipt, nog wat had ik ook ik zat dus de hele tijd ook tegen die regisseur maar ik stop de gasten nee maar ik niet stoppen? stop de gasten allemaal die ideeën <laughs> <die laughs> <je> niks <laughs> hebben het is toch niet van voor blijven die nu vroeg. ja geloof ongelooflijk? want jij zegt ook op een bepaald moment ja kan het u zeggen uh, ik wil u hey, jij wilt zo gaan Vertellen van deze is een programma, hallo. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, dat pakt niet. Nee, nee. Ja. dat is waar. Want uh, je begint, want jij want bent eigenlijk hè, gij zei al heel lang bezig. Je hebt heel veel gedaan. Je hebt een hele weg afgelegd. En dan uh -huh. de, dan ze bij foute vrienden terechtgekomen. Ja, dat kwam door Zonde van de zint eigenlijk. Ah de, ja, dat is dus juist dan word jij reporter of zoiets. Ja. Hè? ja. ja. Uh, dan denk ik, uh, omdat Bert en Henk weer te veel herkend. Dus hadden ze een derde nodig. En dat was ik, ik dan. Dat was kei tof. En dan de makers daarvan hadden dat gezien en aan mij gevraagd: van, uh, Zie je dat zitten? En, ja, ik vind tv-werk heel plezant. Dat is echt mm -hmm. tof. Dat is totaal anders dan stand-up. Ik heb je... nooit niet leuk gevonden. Dus nee? ik vind dat ik ook Wat vind jij er zo tof van? Uh, uh, TV-werk, mm -hmm. omdat je met een ploeg, dus niet alleen, maar echt met een ploeg samen of niet werkt. En dan is ook op een bepaald moment heel duidelijk af. Ja. Of, dat, of dat je het goed vindt of niet, dat is af. En je kunt dat echt, vallen, dat is af. Poef. En je loopt dat los, terwijl bij ons... En, en dat blijft ook bestaan. Je kunt ook zeggen, ah, ik kan nog eens naar die aflevering, en je kunt ook zeggen, ah, ja, misschien dat misschien we anders het doen, maar dat is wel af, poef. En dat heb mijn met materiaal, vind ik, nooit zo duidelijk. En dat is heel vluchtig ook. Dus mm -hmm. een optreden vanavond, Kijk, tof, kun je echt tevreden over zijn, doet er dan de volgende dag een die minder is, die van gisteren bestaan niet meer. die mm -hmm. dat bestaat is die van gisteren. Hè? Ja. Die vanavond, hè? die dat dan misschien wat minder was. Of voordat jij maar vond, ah, oh, hij heeft niet zo goed gespeeld. Dit, hè. Nu, dat leer je ook relativeren en zo. Uh, dat heb ik trouwens ook gemerkt, met zo, hoe dat ik de laatste keer gewerkt heb. Terwijl ik vroeger, van een slecht optreden, kon ik echt drie dagen niet goed zijn. Hè? Dat was echt een en, en van een goeie dan drie dagen... <tie> Twee keer hetzelfde effect, hè. Je bent niet meer je vak bezig. Je mm -hmm. bent drie dagen, ofwel ofwel, maar je zich in een zak aan doen. Mm. En nu merk ik zo, na de moeilijke, was dat een half uur daarna dat slecht gevoel al omgezet in, ah, oh, morgen ga ik die zin daar zetten. En morgen naar, naar productiviteit. Dus dat was ook wel, dat is ook goed geweest nu in dat in werkproces. Uh, en dat vind ik toch van tv, dat, je, dat, dat is heel duidelijk, met een ploeg, en je kunt dat, dat is af. En je loopt dat los, en dat is weg. En dat van ons is, ja, Eenzamer en dat, dat stopt nooit. Mm. En dat vind ik ook tof. Ik vind die twee heel fijn. Die afwisseling is gewoon heel fris om ja. mee bezig te zijn. Dus dat je ook met meerdere mensen leert van uh, beslissingen pakken en keuzes en ook je eigen willeke leert van, uh, oké, okay, ik ga dat nu loslaten en dan dat je soms echt je merkt van, amai, ik zat er iemand naast. <laughs> Al goed dat ze nu niet gelusterd hebben. <laughs> ja, maar in montage ook, hè, dat echt zegt, echt oh, maar ik zou dat anders monteren, ik zou dat echt anders, ik vind hè, allee, dat echt grappiger zijn. Ze doen dat. Nee. <laughs> maar ook soms, ja, hè, maar dus mm. dat je dat ontdekt gewoon. Mm. En dat, en dat, en dat heette veel... Met televisiewerk, dat vind ik ook. En dat is ook gewoon fijn, om, om s'morgens op te staan, de callsheet, om dat uur moet daar zijn, en dan kom er toe, en hey, hey, hey. Dat is gewoon een avontuur. Met een heel ploeg iets in elkaar te steken. Dat is een zalige dag, hè. En hoeveel dingen had je op voorhand gedaan? Als je er ging zitten, al die opdrachten, hoe je die uitwendt. Je mocht natuurlijk van elkaar niet weten wat dat ze met u gingen doen soms. Nee, nee, nee. De, de straffen wisten nooit. Je ja. wist zelfs niet dat je gestraft werd. Dan kreeg je een fake call sheet. Ah, ja. Dan dacht je altijd, oh, we gaan iets draaien. Uh, we gaan daar, uh. Op de groenplus gingen mensen zo beetnemen. Ik kom er ineens toe en dan, vanaf dat je die drie al klaar zag staan met camera wist dat goed God, verdoemme. Ja, ja. <laughs> Kangerhand. <Ja. laughs> dat is, want ze hebben zelfs mij eens liggen gehad om te zeggen we gaan beginnen straffen. En, kwam, en dat is heel leuk, dat je weet iemand anders wil straffen, want dat is voor u een zalige draaidag. Dus ja, gewoon, die dat is een gewoon zitten en dat, dat is eigenlijk gewoon zien. <laughs> Ja, je het ja, <laughs> dat is om te afzien. Dus ik kwam terecht aan, ik kwam terecht aan, zo. Oh, we begon beginnen straffen en eerst zie ik die met drie staan. Nee, nee, Thomas, ja wordt gestraft. Ja. Dat is die en dat ze mijn kleren zo, uh, ik weet niet wat je die zien want gaandeweg ja, leren ze leren elkaar wel kennen, en echt zoeken naar Wat, ben, wat dat iemand heel hard niet leuk ja, vindt. Ja, wat ik niet ja. leuk vind. Ik ben echt, ik weet niet, een overdreven vrouwelijke ik kent, ik weet het niet. Ik, met mijn kleren ook, ik moet echt zoiets zien hangen, en oh, dat vind ik knap, wauw. En als dat dan past, toppie, past dat niet, jammer. Maar zo zoeken naar dat kan ik niet, dus, ik moet, en dus als ik het kleren heb, ik like die trui, ben ik heel blij nu mee, uh -huh. maar als ik dan eindelijk, ik heb hier zo'n een trui gevonden, en zo... By me. En da, en da we dan. belong together. En dat was, was het dan. Het dan. Als, als je deze... That's as good as it gets <laughs> dan, of wat, deze? <laughs> ja, helemaal. Einde gesprek. <laughs> Thomas Smith, dankjewel. Dit was het voor Welkom to de ee Tot de volgende <laughs> <laughs> Maar dus, ze hadden er wat durven. Zo, ja, en spulletjes ook. Ik ben zo, van spulletjes, spulletjes? zo. Ik, gadgets. Ik, ik had, ja, gadgets, maar ook dingen... Ik, takes one to know one, zou ik mm -hmm, zeggen. Mm -hmm. he, dat moest er nu met dat popje gebeuren? Ik denk, dat Andries, echt niet gelukkig zou zijn. Je, je steekt daar een beetje van jezelf in. En dan mm -hmm. hadden ze door bij mij. Dus we hadden ze beslist van. En dan heeft mijn, mijn Joker mij geholpen. He. Die heeft hij dus binnengelaten. Die hebben dus allemaal. Ja, dat tracht hem kei graag. Dat is zijn lievelingsbroek. Dit en, en dan had hij dat allemaal aan. Ah. En dan zat hij er zo in een restaurant achter een tafel. En ik kreeg zo'n gigantisch ding. Dat je zo. Zo'n draad. Ah, ja, 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 ja. draad tegen me. Te... En elke keer dat ik raakte, begonnen die te eten. Maar ja... Ja, ja. Zo op je... U, op u. Oh, ah, ja, dat is ah. verschrikkelijk. Ik echt, oh. De Geron, trouwens. Ja. De Geron, echt. Die had een vest aan dat ik gekocht had tijdens de opnames van de Foute Vrienden-film in Parijs. Ja. Die in je de klote gedaan, he. Echt waar, he. Die had <laughs> die andere was veel te klein en die zo... Zie toch wat spannend. Oh God. kapot hè? Dat kon ik, ik kon daar niet vat. Ik was van, ah oh, man, ja. dus ja, <laughs> dat is alsof dat jij zo nog die is een collectie, of van, 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 ja, van porseleinen ja. konijnen dus en dan ga goeie in die is in is je die zo die een voor die allemaal kapot zo. Ja, zo. ja. Ja, al oh, oh, deze er speciaal gevonden in. in, in dat gij laten overkomen. Het is een memory. China, deze. En er zijn er maar 15 van. Ja, sorry. Ja, 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 ja. Was, dat, was dat misschien ook niet de kracht van het programma? Want ja, 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 ja. als ik me door naar zo. Ik denk, ik, dat zou voor mij de hel zijn om zoiets te moeten doen. Maar als je erin ziet, is, is dat niet moeilijk. Stel, ze hebben naar liggen gehad. Like dat, en de volgende week stond die een andere. Oh, ik, jong, zei, jong, ja. ik bedoel, hm? hoe ik professioneel kunnen dan nog blazen? Dat kan toch niet? Nee. Er waren ook veel momenten dat ik naar huis ging. Allee, wij alle vier, hè. We zeggen, wat, wat heb ik gedaan? Nou, wat heb ik gezegd? Wat heb ik? Oh, dat je dat allemaal, want je gaat, ja, je zit echt in de gasten bij mij, je en je zit in een trip. En je gaat, ja, er waren momenten waarop je er zelf niet goed van wordt. Dat, weet ja, ik. dat je ook met die geen echt... die, dat zei, heeft ze dikke tieten, jouw vrouw en zo. Ja, mag ik die van jou even aanraken, zo Nolanse. En jij zo, ja, dan maak ik toch gewoon die van haar zitten ook. Ja, en jij zo, en dan zei die zo, hé, hey, viezerik, en die ballet En jij stond er zo, ik ben misbruikt, vooral, vooral die zin, ik zit misbruikt, Ik zit die eventjes niet goed van. Terwijl iedereen, iedereen was zo, wow, oeh, die mag om die voelen. Maar ik had ook zoiets van, wat? Zo, <laughs> ja, hier zo, Wat is dat nou? Doe maar eens. En dan was hij weer ik voel me een beetje misbruikt. Weer wereld op zijn kop. Maar dus dat was heel uh, intensief. Iemand ja, 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 ja. Ja, maar... die je mee begint, die is zelfs viral gegaan. En dan ga je toen een momentje van, fuck, waarom is er niet een van mij? Zo nee, zat dat je dat niet? Nee, 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 nee. nee, nee. Dat, dat zou ik gewoon... al hebben. Ja? Ja, direct. Oh, man, ja. Maar we zitten ik in dat zo... filmpje, hè. Ja, ja top, I ja. know, Zijn maar, maar dat nog. Ja. Ja, ik, heb dat nee. zo, ik ben zo slecht in delen mee, 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 van, van aandacht. <laughs> misschien daarom mensen. dat tv niet zo... Uh... Misschien niet. Maar misschien het is echt niet. wel het is echt... Waar, je moet, echt. En, en tv is ook bikkelhard op dat punt. Die, die, dat heb ik ook geleerd, van als je soms... Je een vraag. Hè. Ze bellen nu, ah, wij zijn bezig voor de radio, voor tv, met iets te maken. Hè. Zou jij misschien interesse verdienen? En je doet dat of je ge, ge, een gesprek. Oké, okay, we laten nog iets weten. Hè. En als jij niet meer in dat plaatje past tijdens die redactievergadering of zo, ja, dan is er heel weinig tijd, blijkbaar, om even te laten weten van jij niet. Mm -hmm. Dus je ge hoort gewoon heel snel gewoon niks niet meer terwijl ja. op het moment dat ze uw vragen voor Oh, ze oh als mij ja, dat is super oké okay, klik en en dan zorg zo'n je niks en zie je de geron in dat programma met diezelfde vest dan een paar maanden groter zo <lacht> <lacht> <tijd> dus, maar, maar, maar ik heb, door, door onder andere kant te zitten heb ik ook gezien hoe dat, dat komt gewoon. dat is gewoon een machine dat moet vooruit gaan, die moet beslissingen pakken dit en dat en ja je zit gewoon een onderdeel Mm. Je moet heel hard beseffen, bij de video's. je je gewoon een stukje van de puzzel. En dan moet je ego moet echt moet af, achterwege laten. Gewoon. Je, er is geen tijd om heel te zeggen: Hé, goed dan, goed dan, goed, goed dan. Goed dan. Ja. Nee, ja Oké, okay, volgende scène. Mm. Terwijl jij het hebt wat Was dat goed? Was dat niet goed? Ja, ja, ja. Als, de, als comedian, direct die bevestiging: een de lach of een applaus. Of, of zelfs. Oh, oh. Zelfs dat is een reactie. Maar daar, is, daar zijn ze gewoon niet mee bezig. Mm. Op die moment gewoon voortdoen, voortdoen. En dan moeten echt naast je, dat klein ikje in u zeggen: ja, uh, ja, shut up. Even. Shut up, ja, ja. Dat doet er niet toe nu. En is, ja. dat, iets, is dat iets als je bijvoorbeeld dan, hè, je, je doet foute vrienden, je hebt dan daarna zo de duizend vrienden van gedaan. Je je, je, eh, vijfduizend vrienden van. Ja. Hè, de feit dat, uh, <laughs> dat je je Facebook vrienden ging opzoeken. Ja, dat was op twaalf op en dan de week daarna is die Zender afgesloten geweest. <laughs> Ja, het, Permanent. Je ja, hebt ook wel een aantal van die dingen meegemokt in uw carrière, waar dat je carrière. Mijn vrouw heeft ooit tegen mij gezegd: ga de helft van wat een Thomas heeft meegemokt, dat meegemokt, worden ga je lang gestopt. Dat zei die tegen mij. En ik had zoiets van: Oh mooi, dat wist die. niet. Wat een, wat een, ja, omdat die, die, die had zoiets van: Jezus, hè, dat, en dat is zo typisch iets dat je dan voor het. Dat jij dan denkt van, allee, ik heb mijn eigen programma, hier gaan we dan, de 5000 vrienden van, en die zender zegt... Deze kunnen we niet meer trekken. Hoe reageer ze daarop? Wat is dat dan? Ze hebben mij zelfs, ongelooflijk, ze hebben mij gebeld van Radio 1 voor een gesprek. En dat was een van de vragen. Thomas, we hebben gekeken, wat vind je van deze observatie? De winterbeelden op tv hebben meer kijkers wat? We ze ja, wat foto's van de winter. Ja, ja, de rest, er keek meer. Ja, dat zei hij. Ja, zo gelijk die camera op die traai en train, zo. Ja, er blijven ja, mensen ja, langer ja, naar kijken dan, raakken. dan ja. hey, Thomas Mitch heeft een eigen programma. Ja, ik, kan toch, ik zet er toch op terug op... Uh, Ischol, uh, ja. Skip is te beelden. Waar jij geantwoord dus... Ik heb gezegd: ja, maar mijn uh, kijkers, zijn, uh, die winterbeelden, dat zijn allemaal uh, oudere mensen die zo in rust zitten. <laughs> zo, uh, die vergeten ze de tv-af te zetten bij mij. Dat zijn gerichte jongeren uh, dat is de toekomst. <laughs> 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 en een week daarna was die zin er niet meer. Dus dat was niet echt de toekomst. Nee, maar dat was al beslist. Ook. Dat was op 12 en dat was blijkbaar een, een beetje een, een rare beslissing voor de VRT. Om dat... Want te om te relativeren, Ricky Gervais. Er werd mm -hmm. een programma van Ricky Gervais uitgezonden ook en inderdaad op die zender 60.000 kijkers. Ja. Ricky Gervais. Dus dan was ik met mijn gemiddeld van een 18.000 of 19.000 kijkers mm -hmm. ook niet zo arm zaligen. Ja. Voilà. Ja. Dat zullen we u dan maar geven. <laughs> uh, niet meer liefde precies. We zullen nu in uw waarde laten en zeggen dat is goed Thomas. Dat was niet zo weer. Nee, nee goed, maar, dat trouwens, maar, maar dat was een sukkelende zender. Ik zo nee. zo, die, dat kanaal, niet de zender, dat, dat kanaal was gewoon iets mm -hmm. heel raar. Dat vond zijn plek niet. Dat was wel heel leuk om te maken. Dat was dus gelinkt aan Facebook en dan allemaal aan de hand van Facebook uh, dingen gedaan. Maar goed, ja. Mm -hmm. De, de Ik heb weet... nog een vraag over stellen. Maar, maar he, um, Foute Vrienden was een waanzinnig succes. He. Dat was niet normaal. Ja. Wat, dat, wat een vaart dat dat genomen heeft. heel gesplitst. Wat veranderde dat voor u? Zijn er, ja. zijn er extreme dingen aan aan? Want, want Inees je wel van. Je zit Thomas Smith wel al jarenlang bezig in de ja. comedy. Je zit daar wel een naam. Want he. ja, ja. het was niet dat jij een onbeschreven blad wordt of onbesproken. Nee. Maar Inees zeide dat jij wel. Je foute, foute vriend. Ja, die foute vriend. Nog altijd. De meeste ja. mensen die me aanspreken, is, uh, allee, als je in de winkel herkend was over de foto, is dat uh, mm -hmm. de foute vriend, maakt met een foute vriend op de foto. Hè. Ja. Um, dus dat is kijk, tof, dat is heel plezant. Uh, ik ben ook heel blij met dat programma. Om, en ik denk ook dat dat uh, uh, succes is omdat het echt vanuit een buik kwam. En mm. dat wij ook nooit gepretendeerd hebben dat dat hier. Dat je er zo noemt, met de highbrow. Want mm. Als je dat doet, ja, dan stop het. Mm. Bedoel, dat is gewoon. Eerste laag, even lachen. Even niks, gewoon lachen. Een ja, beetje Benny ben heel. Uh, wow. ik, wat, wat ik wel cool ervan vond, en, en als ik dan een tweede laag mag geven, dan was dat wel dat dat het eerste candid camera programma is dat ik ooit heb gezien, ja. waar de mensen zichzelf in de zaak namen. Ja, en niet dat was heel mensen. belangrijk en daar hebben we heel hard op gewaakt. En dat was heel moeilijk, want het ziet eruit alsof we er heel, heel veel plezier hebben. En dat was heel plezant, maar het was ook hard werken om mm. de juiste te vinden. Ook, dat klinkt misschien raar, maar dat, dat was echt uh, heel lang zoeken van ah, dit, ja ah, nee, dat kan niet, want dan is het gewoon eigenlijk weer die, die, diegene dat van niks. Weet die dat het slachtoffer is en wordt daar geen mee lacht? Het moet echt altijd naar ons komen. Dus uh, dat was wel. Uh, dus ik vond dat succes wel terecht. Maar goed, wat ik wel gemerkt heb, dat heeft zeker geholpen. Maar voor uh, Stan als comedian geweest. Dat gewijs, ging mijn volgende vraag ja, ja, dat ja, was gewoon. Dat blijft eigenlijk. Verder gaan we met die mensen, die kwamen dan wel kijken in de zaal, maar daar ontdekte die dan wel de comedian. Gelijk dat jij er straks maar Ik denk dat er mensen gewoon kijken, is dat je foute vriend? Ja, ja, ik ben die. En Foute Vriend was een televisieopdracht, waarbij ik een functie vervulde in een groep in een blog mm. van vier, waar dat er ook gemonteerd werd naar van hem maken we de die, van hem maken we de die, van hem Wat dat wel een stuk in u ziet natuurlijk en wordt uitvergroot, maar dat, dat is heel erg verwijderd van wie dat ik ben. En als comedian ben ik veel meer wie dat ik ben. Andries ziet mijn vraag. Ja, omdat ik wil erop inpikken want ja. uh, ik, ja, de werkvloer Iris Humber, dat is altijd geen... omdat ik nog een dijkjob heb. Ah ja, uh, oké. Okay. En dan ging het over foute vrienden, want dat was dat op... echt... ik weet ook altijd of dat een programma leeft, dat, le dat leerde aan de, de, de hand van de werkvloer. Absoluut. Niet aan ja. de hand van een of andere tv-mens die nee. nou alleen maar klapt met tv-mensen. En dat het over foute vrienden ging, dat we hier massaal bekeken, maar dat we weer hier altijd wel gezegd... Ik, ik zal zeggen, ik heb je een paar keer moeten verdedigen. Ja, maar dat was ook... En, wel, en dat wel. vraag ik me gewoon af, is dat in het dagelijks leven soms... Uh, ja, dat je, dat, dat je mensen tegenkwam die inderdaad niet dat onderscheid konden nemen, die... Ja, maar die zoiets van ja, den de Thomas moet wel in doorgaan. hij is niet te vertrouwen. <lacht> <lacht> niet te vertrouwen. <laughs> Wat waren dan de dingen dat ze over hem zeiden. Eigenlijk? Letterlijk <laughs> deze en, 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 en zo van ja, dat lijkt me echt geen sympathiek. Want ik vind ah, altijd maar... dat die, als die het iets moet doen, die lacht altijd op een manier dat die dat meent. <laughs> En dan zat je er dus zo. Dat is een kaartoffer. Dat, uh, heet, dat heet goed acteren. Natuurlijk, ja, ja. Ja, ja. <laughs> weet je hoeveel lacht je gewoon daarnaal. We gaan nu lachen en zo natuurlijk. Maar, want, maar jou, dat is toch straf? Want, ze zijn dat ontvouwen. Oh, we moeten even retekenen, lachen hè? Bijvoorbeeld, nou, ja. moet, Dat is gewoon acteren hè? Heel dikwijls. Allee, zwart. Dat is, dat is gewoon professioneel ermee bezig zijn, maar ik heb dan nog veel, ik heb al veel, dat je ook zei, van ik ben met vrienden op sap gegaan en dit en dat, en ja, er zijn er echt veel bij die echt niet, niet graag hebben, door dat programma te zien, dat echt zeggen van, maar ik heb blijkbaar ook, als ik gewoon, geet zo een uitdrukking, een bitchy rest... Een bitchy, ja. dat is de uitdrukking. Kutkop. Zijn blij dat iemand het is Zegt gewoon. Hoe dat het is gast. Voilà. Je hebt gewoon een kutkop, hoor. Echt waar. Maar ja, Joost, van heeft mij ook eens gezegd van, uh, 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 van dat ook iemand tegen hem gezegd heeft. Ja, jong, ik moet ze een kop niet. Jongen. Ik moet ze een kop niet. Gewoon zo. Ik mm -hmm. moet ze een kop niet, baf. Dus ja. Nu, als het een troost mag zijn, ik heb dat voor de naald ook al wel eens een paar keer moeten doen. Ja, hè? maar. Ja, maar dit... ja, ja. <laughs> ja, maar, de, maar dat is ook hoe ja. dat is. En ja. zeker als je op tv komt. En zeker mm. met Suid. Dat was ook echt een beetje zoals dat impro gaat. You love it or you hate it. Mm. Maar dat is toch altijd duizend keer beter dan zo, uh, whatever. En is er niet eerder nu, nu dat je dat het gevoel hebt? Ik zal hem maar zeggen: dat is natuurlijk 2020 hindsight, hè, zoals ze zeggen. Okay. Maar als jij um, foute vrienden hebt. En ze kwamen naar de zaal voor naar u te kijken. Ja. Want jij was de foute vriend. En ze gingen naar de ja. comedy show komen kijken. Is er iets in u, dat ze weer iets had van. Damn, dat was juist in die periode dat ik al die impro-dingen aan het doen was. En Klopt. als ik nu mijn show had gehad, gelijk dat het nu is. Mm -hmm. dan had ik die allemaal meegepakt. Of hebben die allemaal meegepakt? Voelde ik uh, dat er sindsdien uw zalen voller zitten? Dat ze er zitten meer... sowieso voller, ja. ja. Ze zitten voller, ja. Ik ja. denk dat ik ze wel. Uh, de mensen die. Ja. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk, dat ik, ik, dat ik denk maar... met dat impro, dat er ook daar. Ook, uh, dat dan een show, en ook zelfs met Strak nog en zo. Dat, dat dan echt een show was van. Je gaat er hebben die zeggen: Ik vind dat niks. En je gaat oh, Ik vind dat fantastisch. Terwijl met wat ik nu gemaakt heb, denk ik dat, ja, dat ik veel meer mensen ga bereiken. Dat dat ja. echt wel meer. Omdat dat gewoon heel goed in elkaar zit. En er zit geen stuk in. Uh, ik weet de hele tijd heel goed bezig, uh, waar ik mee bezig ben en zo. En met dat impro ja, als jij er komt zitten en je, en je, je verlangt een, beetje een vooral, je moet als publiek ook volledig overgeven, gewoon hè, Zo, nu, mm. Noble look hè? dat is gewoon... En je moet niet zeggen van, jammer over wat gat is, want dan stopt het, ja. dan prikt je die een ballon kapot. Uh, ik moest natuurlijk ook, als ik goed speelde, zorgen ik ervoor natuurlijk bij het publiek dat je niet met die vraag bezig maar nee, nee, want nee. je wordt gewoon om het amuseren. En dan nog waren er mensen die achteraf zeiden, ja ik heb me wel geamuseerd, maar wat heb ik eigenlijk meegemaakt? En dan had ik mijn Ross Noble ook ik heb me kapot gelachen, maar dan... Wat heb je meegemaakt? Ja, geweldig grappig moment gewoon in mijn leven. Punt. Um, maar ik denk wel dat dat voor, voor mensen heel duidelijk was maar dat is niet voor mij. En voor anderen, ja dat is echt voor mij. Want nu merk ik ook wel dat er zijn, met Strak was dat, ik kreeg ik een beeldje van iemand die zei, ja jong, ik ben komen kijken hoe we vorige dag geïmproviseerde, van begin tot einde kapot gelachen, nu doe je geen materiaal, dat is niet voor u jong, je moet gewoon improberen. Mm. Dus ja, je kunt... Als artiest, want ik vind dat wij artiesten zijn, je, je kunt je niet daarmee bezighouden. Nee. Dan moet je focussen op wat wil ik, ik doen en gewoon het beste van jezelf geven om dat zo goed mogelijk te maken voor jezelf. En dan moet je loslaten en dan botst op smaak. Maar bij smaak stopt het gewoon. Mm. Als ik zeg, ik heb hier. Uh, allee, Vanille-ijs gemokt en ik heb mijn ziel erin gelegd en ik heb de beste vanille-stokjes gebruikt en ik heb echt gezien en weet ik veel waar. En dit is mijn vanille-ijs en iemand zegt: Jongen, ik wil chocolade-ijs. Ja, <laughs> het is vanille. Het is vanille en ik kan er geen chocolade van maken. Ik kan dat niet doen. Ik heb vanille-ijs gemokt. Dus, ja. En dan moet het ook loslaten en dan moet het ook aanvaarden dat er mensen zijn die zeggen: ik Moet dat niet? Ik vind dat niet lekker. Ja, ja oké. Okay, dat is enough. moeilijk, hè? Ik vind dat nog altijd moeilijk. Allee, bedoel, uh... ik bedoel, ik, ik vind dat natuurlijk. Bedoel ik, leer dat, je leert dat hoe langer dat je be bezig bent van los te laten, hè? dat loopt veel rapper van je af. Ja. Slechte commentaar. Maar ik had een, uh, van de week, zei iemand tegen mij: Wel, ik, heb maar, ik moet zeggen uh, vanavond, uh, ik zie na een keer gij er bezig, maar dat wil niet zeggen dat ik het goed vond. En oh, en mensen kunnen toch... zo onhandig communiceren. Ja, en, en wij wilden daar naar mee zeggen? En, en, ja, ik stond er ook van, wat moet ik hiermee? Wat mij kult, is dat je privé komt dansen in zijn slaapkamer. No, dat zou misschien wel eens kunnen. Dat met, dat, dat mensen wat dat was. Met een kunnen houden. Maar je want dat vind ik minder. Ik... Dat. <laughs> ik zie naar nou gewoon gij bezig ik ik dat zie Ik niks te maken met wat gaat zeggen. <laughs> Ja, maar dus je moet gewoon de gewoon met gieren bezig Ja, maar nee, nee, gewoon oh, van, dat is de naalds ja. dat je erin ja. ik weet niet hoe dat Afrikaans wordt. Maar ik goed. weet dat ook niet. Uh, Thomas ik, Smit, ik weet zeggen. niet wat er ja, gebeurt in dat. Maar, maar ik denk dat het heel, heel, belangrijk is. Daar heb ik, ik, heb echt gewoon dingen mee. Ik kan een stukje over, uh, over uh, lesgeven mm -hmm. in deze show. En dan maak ik de link van, ik uh, ging naar Hitler. Mm -hmm. Oké, okay, uh, dat is ja, heel een heel interessante sprong. Ja, de sprong, de gedachtegang bij mij was van... Uh, doordat ik lesgeef, moet ik, soms, moet ik ook zeggen, mensen dienen zich aan. En dan moet ik dan al beslissen van... Ja, jij mag meedoen aan die, aan die cursus of jij mocht niet meedoen. Hè? Mm -hmm. Aan de hand dat ik denk, ja, ik kon u niet kunnen helpen, ik kon u wel kunnen helpen. En dan zei ik van... Dus ik heb, he, mijn inzicht was van welke... welke Controle heb ik, ik over de beslissingen die ik pak. He? Aha. Onlangs heb ik iets gezegd, een beslissing gemaakt voor iemand. Misschien heb ik ervoor gezorgd dat we binnen een paar jaar met een nieuwe Hitler zitten. Ja. En dan is dat zo even stil. Uh -huh. En dan zei ik van, hey, ja. en dan leg ik uit van Hitler wou kunstschilder worden en je mocht, mocht niet beginnen om de academie. He? Dus in en, uh -huh. en, en Wenen geprobeerd, twee keer uitgelachen, je hebt geen talent, en de rest is geschiedenis. Ja. Dan dus zeg ik, en ik heb nu in september <laughs> tegen iemand gezegd: sorry, jij mocht niet beginnen. En misschien zit hij binnen drie jaar hè, mensen te deporteren. Niet grappig, hè? Deze is niet grappig. Hè? Wat vinden van mijn nieuwe boek? Mijn Comedy Cam. Dat worden twee mopjes. En ik had dat stuk en ik had mijn op een trui uitgedaan en ik heb een dag erna een mail gekregen van een vrouw en die legde uit dat ze Duitse was mm -hmm. en dat ze het moeilijk had met dat stuk. Ja. Omdat ze zei, ja, dat is om te beginnen, zo lang geleden en je hebt ook ik weet niet hoeveel andere tirannen in de geschiedenis. is altijd maar Hitler dat terugkomt, Altijd maar Hitler, altijd Hitler. Hè? Adolf Hitler is de hey. Michael Jordan of Evil. <laughs> <laughs> Om het te zeggen, in de woorden okay. van, uh, van ja. Bill Burr. <laughs> dat is degene dat hij zegt: Hitler dat is zo smerig dat hij altijd wint, die, je die altijd... zien er weer. Maar ah, dat is Justin net een heel stuk over dat ja, staal ja. miljoenen mensen meer ja, 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 ja. vermoord. Ja. Maar nee, het is de Adolf. <laughs> ja, ja. Die verlicht dat, dat met platen zelfs, ja, 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 ja. dus ja, ja, ja. Michael Jackson. Niet Michael Jackson, het is die een andere, zo'n minder bekende groep die altijd naar boven komt. Hoe komt dat natuurlijk? Het is die snorken. Ja. <laughs> Zwat, en, en, en daar was voor mij ook, en dat heb ik ook gemerkt, hè, met die truitzoek heb ik ook nu veel meer gevraagd en we vonden daar, van daar. En echt zo die kritiek laten komen en dan heb ik gevoeld, van, in dit geval, voelde ik van: Oké, okay, wacht, hè, die zegt dat. En dan natuurlijk de eerste reactie is: Ja, ja, maar ja. En daarna komt een stuk uh, over, uh, weet ik veel, iets anders, dus iedereen dat daar dan een probleem mee moet ik dat ook gewoon weggooien of zo hè? Dat was mijn mm -hmm. eerste reactie. Mm -hmm. hè? Maar dan dacht ik van, wacht even, waarom, waarom blijf ik hier toch over nadenken? En dan kwam ik erop neer van, ja, ik vind het zelf eigenlijk niet grappig genoeg, die twee mopjes, dat ik er juist gemaakt heb, daarom heb mm -hmm. ik ze gemaakt, ze dus zijn mm -hmm. de wereld in, mm -hmm. maar ik vond die eigenlijk niet grappig genoeg. En het stuk ervoor, goh, over juist hetzelfde, over welke kracht heb ik of controle heb ik over de beslissing die ik maak en dan was bij mij ineens de bedenking heb ik dat stuk wel nodig eigenlijk het is niet zo grappig en ik doe het al in een ander stuk en heb je ik, ik kon er eens uit laten ik mm. kom vanavond eruit en ik kon eruit laten en het was ineens veel beter het ja. is sowieso gewoon beter geworden dus ik ben ik heb die vrouw teruggemaild en gezegd ik ben heel bedankt dat je met dat, ja. er uh, attent van hebt gemaakt ik denk ook trouwens moest het grappiger geweest zijn had ze waarschijnlijk die mail niet geschreven mm. En, uh, dus daar wil ik maar zeggen, dat is ook een manier om om te gaan. Als je, als je kritiek krijgt en, en je voelt van, hey, dat dat zorgt voor wrijving, dan moet er wel zeggen dat er iets in je zit. Nee. Mm, mm, mm -hmm. Zeg dat niet, zeg dat niet. Oh, dan mm -hmm. kun je misschien. Waarom is dat? Ja. Zo, als iemand iets tegen. Als ik nu tegen je zegt, Alex, jij zegt nou, niet grappig. Dat doet hij toch niks? Nee, dat toch niets? Dat gebruikt nee. van he, omdat uh, je ja. zich gevoelt van. Ja, ik, ben wel grappig, ja. Ja. ik ben wel grappig. Het enige waar ik soms kwaad mee kan worden. als je, als je kritiek hebt. Waar dat uit, want dat is heel hard waar wat je zegt. Hè? Dat je mm -hmm. Soms de, de, de kritiek dat hartstikke aankomt. is altijd degene waarvan dat je weet dat hem eigenlijk waar dat is. Klopt dat beetje zo. Ja. Maar wat ik soms wel kwaad van kan worden. ik had dat bijvoorbeeld een tijdje geleden. Met een recensie over, over, over de Michaels. zijn, zijn nieuwe. Uh, ja. oudejaarsconferentie. stond er een recensie in de morgen. en die jonge dame die dat die besprak. Al die dingen dat die hij er niet goed aan vond, dacht ik gewoon, je snapt dat niet. Ah ja, ja. Zo, daar word ik een klein beetje kwaad van, omdat ik... Kan, dat wat ik. Wat ik. Niet ja. kan, wat ik niet aan kan, is als iemand een stuk waarvan dat ik weet dat dat goed is, ja. dat die dat onderuit halen, omdat ik denk, je ja, mag gewoon niet mee met wat ik zeg. Nee. En dat, dat, dat is ook, vind ik, uh, heel belangrijk, dat mensen moeten ook kunnen inzien als die zoiets van, van... Ja, die stil, je moet die stil kunnen zien hè? Als je daarvan op de hoogte bent, kunnen die wel zeggen dat is goed gemaakt, maar het is het doet mij niks. Ja. Snap je? je, kunt echt gewoon zingen. dat is mm -hmm. goed gemaakt. Je kunt ook niet zeggen, bijvoorbeeld Niels de Stadbouwers zijn liedjes, dat dat slecht gemaakt is of dat dat slecht gespeeld wordt door ja. slechte muzikanten. Nee, nee, dat zijn allemaal topmuzikanten en die gast is er ook dagelijks mee bezig. Hoor ik die liedjes graag? Nee, ik hoor die niet graag. Mij nee. raak die niet. Anderen wel. Heel veel. Veel ja. meer dan mijzelf. Ja. Dus je moet dat niet in een gaan schrijven dat is slechte muziek ofzo, of dat is slecht gemaakt. Nee, nee. dat is je smaak gewoon ja, niet. dat is wat critici veel doen. Hè? Dat is probleem een beetje. En waarom niet? dat is natuurlijk, ja, daar hebben dat we vaak ook al vaak, vaak gesprekken over gehad. Maar, maar je krijgt natuurlijk ook te maken met het ego van zo'n persoon. Hè? Ja, ja. Want heel veel van de dingen, hoe cool dat die hun nagen kunnen opstellen ten opzichte van, is ook een klein beetje laten zien welke van de juiste dingen dat ze goed vinden. Ja. En de volgens hun. Maar de niet lezers juiste ook, dingen, slecht, de hè? De lezers ook, hè? Die vibreren ook er gewoon mee. Mm -hmm. als, als je, mensen gewoon, voor zover dat dat nog... Uh, als je iets leest en, en je denkt, ik heb dat gelezen en ik kon dat dus ook goed of slecht vinden aan de hand daarvan, dat is ook gewoon om te zeggen. van kijk, ik, 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 ik vibreer mee met dat. Dat, dat statussymbool van die krent of die krent of die site, of die een grote denker. Hè? Terwijl, mm -hmm. ja, maar wat heb zelf gevoeld? god daar mm -hmm. is naartoe. Ja. Ja. En dat, dat was mijn foute vrienden, iets dat heel, heel dikwijls, dat ik heel hard voelde van... Mensen die zeiden van, ja, ik heb gelachen, maar allee joh, dat is nou toch... Ja, maar het is gewoon om te lachen, punt. En mm -hmm. Zet dat hierboven even af, want ja, natuurlijk had je dat geanalyseerd, over wat was de bedoeling. ja lekker lachen even, hè. punt, niet meer hè. Hmm. Ja. Uh, ja, ik ja. weet niet waar dat was altijd. Het is terug om. Nee, ik wil is terug om aan. <laughs> Oké, okay, cool. De bal wordt terug naar mij gegooid. Ja, jij okay, moet het Dan leiden. Want jij zo zo terugstaan van, allee, zeg het maar. Ja, nou ja, Slaap, zeg he. het maar. Nou. Dan gaan we dat doen. De balken is ja. terug bij ja. u. Um, maar kijk, uh, ja, nee, dus wat... met kritiek ah. omgaan. Ja, dus, uh... Nou, wat? God, verdomme, gewoon vrouwen. Nee, nee, maar zeg maar, met kritiek omgaan. Ja, ja dus, dus denk zeggen. dat je die, dat je, dat je daar. Uh... Voor moet openstaan van, als het mij echt raakt ofzo, ja, dan denk er maar eens goed over na en terug. Ja, ja. Mm -hmm. Waarom juist? Ja. ja. Met strak, uw film. Uh, Mijn een uw, film, ja, uw, uw, in uh, Hollywood, hè. Ja, Hollywood. inderdaad, strak. De, strak, de movie met Thomas Smith. Mm. Um, strak, uw show. Wat, wat ik daar heel interessant aan vond. Want ik heb er ook um, uh, een, een artikel over gelezen dat je erover gebabbeld had. Of je hebt dat in ieder geval een paar keer laten vallen. Was uh, bij het moment van Brexit. dat je ja. je eigen eigenlijk laten naturaliseren. Ja. als Vlaming. Ja. Waarom worden daar zo pist over? Wat was dat? Was dat echt een aanzet om te zeggen: fuck this nu? Met ja, mijn Britse ik, nationaliteit? Nee, nee, het was dat positieve dingen van ik wil Europeaan blijven. Ik, ik geloof mm -hmm. keihard in Europa. Ik geloof in het, allez, in Europa... En nu zeg je dat alsof ik volledig weet hoe dat dat mechanisme Europa in elkaar zit, nee. Maar de, het, het ideaal van... van... Ik, ik ook niet, relax. Vraag maar, vraag maar hoor, vraag maar. Ik weet zelfs wat de huur van dat gebouw in Frankfurt... Dat, dat sloeg al nergens op, dat je, sloeg al nergens. Voelt dat naal, je voelt dat naal, dat komt al nergens lukken. Nee, het, het, het ideaal van, we moeten, moeten ons verenigen, mm -hmm. we moeten altijd... Uh, meer gewoon door een soort omarming van elkaar en niet opsplitsing van mm -hmm. ik 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 in de rest kan stikken en ik dat is mijn of en dat is mijn hoofd. hetzelfde. Je kunt blijven inzoomen hè? als je zegt ik, als je ons land ja oké okay, ons land en oké okay. mijn provincie, mijn gemeente, mijn straat, mijn huis, mm -hmm. mijn wc interrelatie dat is mijn kopje nee. blijven, Dat is ons mijn velletjes tussen. Dus voor mij en dat geschiedenis is het al duizend keer uit geweest ja, dat dat blijft niet duren. Mm. En dat zorgt voor heel veel negativiteit. Dus het feit dat dan Engeland, dat je dan, waar ik altijd zo fier op was, van, ja jongen, ik ging daar op vakantie als klein kind en daar was dat echt Indiërs en uh, Engelsen door mekaar, en, uh, Indiërs waren ook Engelsen natuurlijk, maar mm -hmm. dus verschillende, uh, van verschillende afkomst leefden er perfect, terwijl dat hij hier nog niet zo hard was toen ik echt heel jong was. En dan dacht ik altijd van alle, jongen, wat is al het probleem? En Op veel andere vlakken worden hij altijd zo vooruitstrevend en progressief. En dan ineens zo'n zo keihard, oudbolige reactie: van nu, 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 wij willen zijn, een eilandje op zich. En ik, ik wist dat er een nattigheid was toen ik zo hoorde dat mensen als John Cleese en zo zeiden: van ja, je moet. Uh, Brexit is goed, Brexit. wat ja, John Cleese is raar, hè? Dat John Cleese pro-Brexit was en zo. En nog andere mensen. En je denkt, hoe kan Ma dat nou als gast? je John Cleese nu in interviews ziet, is hij een klein beetje een verbitterde, vervelende oude man geworden. Hè? Ja, ja. Terwijl dat er eigenlijk, ik herinner mij nog dat heel mooi ding, ik eh, denk dat we het er ook ooit eens over hebben gehad in een van onze podcasts, met The met, 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 met Life of Brian, denk mm -hmm. ik. Dat hij daar samen met Michael Palin zit en met een artsbischop van een... Ik weet het al niet meer. En die, die hebben zo'n heel mooi gesprek over die, over die film. En die ja. is zo heel cool in wat hij allemaal zegt. En ja. dat is zo de stem van de, van de vooruitgang en van de verlichting en van de reden. En dat is dan jammer dat je zo'n gast nu zo, zo alleen maar kwaad hoort zijn over... Dat is vast aan dat beeld van vroeger, hè? ik vind dat heel uh, dingen zeiden echt Kijk vond ik. Er was een televisieprogramma uh, met Martin Heile met Bert Gabriel's en dan die een danser is uh -huh. en uh, dingen zat er ook in. Uh, oh, die Vlaamse zangeres die ook televisie, Margit Hermans. Terug ah, naar, uh, terug naar eigen land. Terug ja. naar eigen land, ja. ja. Uh -huh. En dat, was, dat kwam, ik had zo wat, die dat zo hadden van hey, eigen volk is belangrijk, je eigen cultuur en zo. Uh, uh, en dan, en dan uh, onze maatschappij, zei Marguerite Herman. En dan zei die een is: ja, maar het is niet uw maatschappij. Ja. Wat is dat onze, Het is gewoon de maatschappij. En dat vond ik ook echt een keihgraaf inzicht. Ja. Onze cultuur, als zeggen we moeten onze cultuur beschermen. Oké, okay, dat is vandaag, doe uw raam open en wat je ziet is onze cultuur. Mm -hmm. Dat is nu dit gewoon. En daar moeten we mee voort. Je kunt ook zeggen, want wanneer begint dat dan, onze cultuur? Vorige week? 50 mm -hmm. jaar geleden? 100 jaar? Nee, nee. je kunt gewoon zeggen: vanaf vandaag is dit onze ja, cultuur. Ja, en gewoon 5000 jaar terug, ja. het was ook niet uw cultuur. Oh, nee, natuurlijk. Alle dingen veranderen. Dat verandert gewoon. En ja. dat is, denk ik, een van de opdrachten. Of om er te streven, normaal je ouder is blijven. Zowel letterlijk flexibel blijven, maar ik hierboven. Dat je niet. en. Ja, maar dat is hier allemaal anders. Ja, mm. Natuurlijk is het allemaal anders. Je zit zelf ook veranderd. Hè. Ja. Alles verandert en je moet dat gewoon omarmen. En zo'n John Cleese is heel duidelijk iemand van ja, vroeger. dat hij zich daar nog vastklemt en dan, ja, dan komt het snel tot die ja, nutteloze uitdrukkingen. Zo, Wat hè. ik er straks van vond was dat hij. ondanks dat hij zo'n creatieve man was. Mm? dat hij op dat moment eigenlijk even oud is als Noenke Fons. Ja. Mm. ja, dat is waar. Ja. ja dat is juist wat ik wel grappig vond want, want uh, Brexit is nog eens een Noem keer God half vond. een klein beetje ter sprake gekomen <laughs> ja, ja, ja. maar daarom heb ik dat dus gedaan hè uh, ja, ja. en daar was hij nog ter sprake gekomen en ik weet niet meer wie dat het was maar dat wij hier met twee zaten en dat ineens iemand zei jam ik denk niet dat hem er gaat komen ik heb een gevoel dat het te lang aan het turen is dat ze dat ze aan het zijn Denkt u toch al dat echt dat die in brexit er niet komt? Denk, dat die, uh... Ik denk dat het vooral een spel is zijn. Europa. Uh, de, de, wat belangrijk natuurlijk, is een economische een, een rekening die natuurlijk mm -hmm. al en is en betaald zal moeten worden. Maar ik denk dat het vooral voor Europa ook een, uh, een symbool-ding zal zijn naar de andere lidstaten toe. Engeland zal. Of het, groot, het Verenigd Koninkrijk zal er niet zonder kleerscheuren uitgeroken. Voor de simpele niet. reden dat dan iedereen het kan doen. Dat is een, ik heb Europa nog nooit zo um, hard op tafel weten kloppen. Want in elke militair gebeuren in Europa, de laatste 20, 30 jaar begonnen met um, de Joegoslavië-oorlog. Je er weet niks waarover dat buitenlandse. hebben ze niks kunnen doen. Militair mm -hmm. kunnen we niks. Ja. Dat is een andere discussie. Mm -hmm. Maar een brexit voelde heel hard. Uh, ja. Hier gaat ga niet zonder uh, laten nee. uitkomen. No. En ze weten natuurlijk ook goed genoeg. Dat, dat is ook een beetje het jammeren Om de Engelse maatschappij is zo broos. Ja, ik, ik ben er ook veel gewist Helaas. Hij <laughs> ja, zegt ja, is... helaas. It's our home country you're talking ja, about. Hij schreeuwde mij helaas. Ja. Ik heb er te veel gezegd. Hij uh, houdt niet oh, van ja. Nederland. Ik heb er, jawel, jawel, jawel. jawel ook gedeeltelijk gedeeltelijk. Weer wel. Het is, het is gedeeltelijk. de cultuur. We pikken er alles ja, van. Ja. Dus we mogen er ook niet hard op afgeven. Maar, uh... ik, ik ben. Ik zou toch uh, mijn hand in het vuur durven steken. Als je nu zegt, we doen terug een referendum, denk ik dat drie-vierde meerderheid zegt... Nee, we blijven. Ja, we blijven. Tuurlijk, ja, ja. absoluut. Ja, ja, maar dan moeten ze dat doen. Hè. Ja. Ja. We moeten dat doen. Maar ja, zeggen, dat, oops, get sorry, get en zeggen, oeps, sorry, en nog twintig jaar get, lang... Je hebt dan een hoop, Comedians get, ja. die moppen maken over de... Engelsen die het Tuurlijk. Ik denk eerlijk, eerlijk gezegd komen. dat het niet helemaal zal... Er zal waarschijnlijk een soort... Ja, iedereen zal een beetje moeten winnen. Hè. Op papier zal er niet iedereen... Maar dat is toch ook ja. zo stom om politiek, om politiek of om politiek... Dat zou toch de, mas, de max en dat je zou kunnen zeggen als politieker in de zevende dag bijvoorbeeld van hé hey zeg, maar jullie zijn volledig over dat budget gegaan. En je zegt, ja, sorry ja. we hebben ons helemaal vergist. Ja. Of dat iemand van een politieke, andere politieke partij zegt van zeg, dat één ding daar, misschien kunnen we het zo aanpakken en dat die zegt God, dat is een goed idee. Zeg. No, dat, ja. dat gebeurt niet. Hè? Dat gaat niet. Ja, dat niet hoe dat dan nu en... opgesteld en... Nee. is, gaat niet. Want dan nee. zegt heel uw achterban, zot, je ja, geeft toe ja, dat wij fout ja, waren. Dat ja. gaat niet. Maar dat, dat is belachelijk. Zelf, zelfs tot op een persoonlijk vlak nu, en dat, en dat is natuurlijk het gesprek dat je dat in, de e in de eeuwigheid kunt blijven voeren over de zogenaamde polarisering ja. van elke mening. Maar dat is ook gewoon zo. Vanaf het moment dat je nog maar durft van... van, van te zeggen, dus I changed he? my ja. mind bijvoorbeeld, dat is iets dat je niemand ooit hoort zeggen, als jij, als ze je aanspreken op dingen in een interview en ze ja. zeggen, ja ja, maar meneer Smit een interview van u tien jaar geleden zei jij dat, en dan ja. denk je, ja en toen was ik ook tien jaar jonger oh ja, tuurlijk. en sindsdien zijn er ook dingen gebeurd trouwens, als er een racist dat kan zeggen hoe graaf moest dat niet zijn als ze echt zo, uh, frightfully sorry <laughs> we believe after A bit of consideration we made quite a mistake there. yeah yeah will you stay with europe yeah <laughs> yeah Want dat, zou... Hoeveel bakken geld is er nu al in Maar ja, wat is, dat dan? wat is dat dan? Is dat dan zo'n extreme vorm van gezichtsverlies dat ze nog liever ondergaan met een Titanic dan dat ze. of hun eigen. Eigenlijk? Want sommigen, want niet iedereen is het daarover eens. Hè. Als je een aantal mensen bezig wordt die. de, rim, de, de, de pro brexiters ja, ja, dus zijn. die dat ook zeggen van eindelijk kunnen we onze eigen koers varen. en we zijn weg van dat sinkend schip dat Europa heet. en daarna hey. binnenkort een slaaf wordt van de islamisering. dat daar lakt zijn eigen cultuur kwijt. dat stelt niks niet meer voor. terwijl. We are now in charge of our own destiny. Ik weet nog dat Boris Johnson en hoe heet een andere nu weer? Nigel Farage, dat hij op een bepaald moment zei: This is our Independence Day. Yeah. Wat John Oliver zo mooi over zei: Independence Day is what other countries celebrate when they were free of us. Yeah. So, <laughs> dat is heel raar dat je, da, yeah, yeah. Als, dat, dat je die term daar ook nog eens voor gebruikt. Yeah. Dat is zoals hey. ik met die borst. Ik pak die borst vast en ik zeg: ik voel mij misbruikt. Ja, <laughs> zat wel eerst uw borst vast. <laughs> ja, dat is juist. Dat moet wel, wel gezegd Ik vind ook altijd: uh, ook al gewoon niet de wereld uh, veranderen. Maar David Cameron moet ook mee altijd in discussie gezet worden, want Die eigenlijk, dat is de hè? Dat is degene dat in gang heeft gezet. Ja. Die, ga het, die, die gaat meestal ja, vrij uit, omdat hem niet zo luid was als die. Nee, Nee, nee maar Die heeft dat gebruikt om verkozen te worden. Ja, ja, al, als je mij verkiest, laat ik een referendum ja, doorgaan. Voor de uh -huh. de en die is en die zal ja. waarschijnlijk nergens ja. onder een tafel zitten. Maar die Nigel toch ook. Ja, maar Nigel. fuck die hebben jou gezegd. Kan niet zien voor een ander job. Vooral ook deze. Die 300 miljoen. Pond per week was misschien een beetje overdreven. En ik kan ook niet garanderen dat hij naar de NHS gaat nee. gaan. He, de National Health Service. Nee. Dus dat was eigenlijk al. Dat was al van in het begin. En en Boris de fuck, he. Ook, he. Ja. ja, tuurlijk, maar de, je, je, uh, de, de, de hebben we, dat is ook al. Ik ben zeker niet nieuw met dat te zeggen. Dat is ook allemaal al gezegd. Weet. Die hadden gewoon gehoopt op een fucking 49%. He. En Tuurlijk. dat die konden zeggen, nu kunnen we dat gebruiken als leverage oh, ja. voor pas maar op en doe maar wat wij willen of we trappen het af. Ja. Maar die hadden niet gedacht, fuck wij met 51%. We maar zijn ik vind, weg. Ik vind dat gegeven heel raar. Zo'n zo beslissing, dat is toch hetzelfde als een, een grondwetswijziging. Dat moet toch drie vierde meerderheid zijn voordat dat doorgaat. Ja, maar is dat niet het ding van... Een toch 50? niet 51... Hey. F, nee, ja, 50, van een 50, democratie ja, maar... is, het, is, is het gewoon meerderheid. Hè? Ja, ja, maar nee, er zijn bepaalde... Een grondwet kan pas ja. als drie vierde zegt. Hè, Twee derde, echt, denk ik. Twee ja. uh, derde. Maar hier, dat is ook een... Twee derde, ja. Twee Dat is een, een enorm verschil. Ja, dat was natuurlijk in een tijd met het communautaire, dat zijn zo die bijzondere, wat is dat, die uh, taalcommissies, en waren inderdaad bijzondere meerderheden, maar ik weet niet, daar ken ik ook de Engelse grondwet niet. In België ik is dat niet. inderdaad, als het communautair uh, gevoelige voilà. materie is, dan heb je uh, twee derde nodig. Ja. is nog iets bazemer. Mm -hmm. uh, maar dat zou bijzonder goed moeten zijn, dat je, je echt voelt van, kijk, de grote meerderheid Twee derde van het land zegt, wij willen niet meer meedoen met Europa. Maar 50-50, dan moeten we toch zeggen, jongens, is we hadden er nog eens over moeten praten. Was dat verplichte stemming? Dat weet ik ook niet want dat is ook nee. Nee, 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 nee. En nee, nee. ik, ik mocht ook, hè? En jij ook, denk ja, ik. Ja, een Brits paspoort ook. Ja, ik wel, heb ah, wel mag, ik heb ja. geprobeerd, hè? Mm -hmm. Allee, niet hard genoeg, hè? Maar god, naar, naar die website, thegovernment.co.uk. En je, welke stappen dat je moest ondernemen. Dus, dan stap vier, je komt terug naar mijn frieten. Allee. Mm -hmm. je, ik heb afgehaakt. Dat zei ik heel flauw natuurlijk. Hè. Van, oh, dat mag niet gebeuren en dan zelf wel niet stemmen natuurlijk. Maar, maar, ik heb ook niet gestemd, dus ik moet ook niks zeggen ja. op dat vlak maar... Ja, maar, maar degene die stem, als niet voor, de stemming niet verplicht is, dan zijn degenen die stemmen... Dat zijn de, de gedrevenen. Dat was ja. in een tijd ook mm -hmm. met de brug. De, ja, tuurlijk. De brug hè, daarom is komen. hij er ook niet gekomen. Nee, hè. Maar er veel mensen die zeggen, ja, het is was gisteren een late avond, ik moet niet gaan, ik vind die zondagmiddag niet... Ja, maar ja, wat, is ja. 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 wat is het anders? Democratie op zijn best. Wat is het anders? Vandaar dat is natuurlijk, het, een van de, van de dingen, ze zeggen ook mensen die uh, uh, tegen stemplicht zijn, maar deze is natuurlijk wel een, een heel goed argument voor. Hè. Ja, Als je absoluut. moet gaan, dan gaat er echt wel meer uitkomen bij een realistische hoeveel mensen vinden dat nu echt wel en echt niet. En dan denk ik ook, want je zegt nu, hè, de zus zei zelf van ja, hè, wat vaak gezegd wordt nu, ja, doe nu gewoon terug een referendum ja. en je moet zeker zijn. Dan hebben de stemmen die tegenbeweren en zeggen: ja, ja, maar zo kun je de referenda blijven doen, totdat je uitkomt op de uitkomst die dat je ja. wilt hebben. Ja, en dan? Ja, dat weet ik. Wat dat is een tegenargument dat nu. Is hè. Zo, ja, dat ja, is een dat... klein beetje dat doet mij denken om die grap van de Michael van Peel, dat hem zegt dat je de stemtest gedaan, hè? Huh? En hij zo, ja, hoeveel keer hebben je hem gedaan voordat hem was gelijk dat je wou dat hem <laughs> was? Met andere woorden, je weet eigenlijk al op wat je gaat stemmen. Je wilt dat alleen bevestigd zien in je stemtest. Dat is waar. En dan denk ik ook van, ja, dat is dat... Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet, ik weet niet hoe wat ik hiervan moet vinden. Ik, ik weet ook ik niet hoor, wat... ik, ik Het dat ik vind, is... Ik hoop dat dan niet doorgaat. Mm -hmm. oh, ja. En, en, en dan, dat ze dan terecht... Dan... Kunnen comedians de komende 50 jaar Engeland ter deur sleunen, die mopjes? Ja, maar gollens, ik ben weg. alleen toch niet. Mm -hmm. Toch wel? Dat wijf. Ja. 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 Ust... Forgot my purse. Forgot my purse. <laughs> Think I'll stay for another year <laughs> <Euro> or five. <laughs> voilà. Het is trouwens uh, 2 miljard euro uh, per jaar de huur- en kostprijs van het Europese parlement. 2 miljard euro. Ik wist, wist dat je dat wist. Hey, maar, maar er zijn nog dingen wel daar dat ik ook gezien heb. Ik heb een documentaire van die je gast en dan zie je dat die daar... Elke dag kunnen we lunchen om. Ik heb dat ik heb dat ook High like class met wijn, dit so en, shit, en dat. Ja, jongen, ik en heb het ooit dat bezocht. Er niet gaan. Hoeveel ik heb dat het bezocht. Gaan, hè, ik heb nee. het ooit bezocht in mijn en. laatste jaar studie en dat was in Straatsburg toen. Ja, en dat Straatsburg was, niet Frankrijk. Ja, in, in Straatsburg en uh, toen uh, had hem we een gids rond. en dat is natuurlijk wel een indrukwekkend zeker daar. Het parlement zelf. En dan kreeg je. Ja, ze laten natuurlijk niet de Gouden Kranen zien. Want er zijn dus de privévertrekken niet. Maar je ziet dan wel heel veel kantoren. En inderdaad, dat is allemaal chic, maar dat kunnen nog aan. Hè. Het is ook nieuw gezet. Ja. Maar dan kom je in dat Europees parlement. En dat was zo. Bij ons hadden ze eigenlijk al een jobbeurs gedaan ervoor. En uh, wat bleek. Dat werken voor het Europees Parlement of voor Europa, dat is eigenlijk het ding dat je moest vergaan. Dat, dat letterlijk, okay. Ik zal zeggen, de kusvrouw verdiende toen ook al 2000 netto in 2003-2004. Ja, 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 ja. Dus dat was, als je daar dan nou 1 had, dan had zoveel als je een master had. Maar dat was bijna dubbel, belastingen waren anders. Dus iedereen, ik weet wel allemaal, wij gingen allemaal wel naar Straatsburg, meer met zoiets van... Fuck, we moeten hier binnen geraken. en uh, en dan komt de he, want we hebben al die lonen gehoord van die parlementariërs wat true the roof is en dan komt de uiteindelijk ja mijn vriendin was simultaan vertaler destijds ja. hè en die kreeg een dikke toen uh, in Belgisch geld 10.000 frank per dag ja, dat zal wel. ...kreeg die, dat die daar zat. Per dag? Per dag. Ja. Dus die kon drie dagen gaan werken, en die had meer je dan waar ik een munt voor in een of andere kutjob moest gaan doen, dus die moest eigenlijk niet, dat was daar al, een, dat was al gigantisch. Voilà. Hè? Dus je komt er dan aan, dus iedereen is al zoiets yes yes, dat is hier cool, en dan komt er aan dat groot, het, 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 het parlement, en die agitie zijn bezig, en je krijgt alles met elkaar, en dat enthousiasme, en dan zie je En dat moet je een beetje vergelijken met zo de Star Wars films, waar je zo die, die een oude light Waar iedereen zit. Mm -hmm. En dan valt u op hé, dan is dat moment dat iedereen zit te zien, en dat dat, wat zijn het, 512 plaatsen of het is een gigantisch ja. uh, aantal, en er zitten er 21. Ja, <laughs> ja maar dat is toch zin. En dan begint je gids hè. <laughs> Yes, ja, ja, ja. Het is een slow day. It's today, it's, it's yeah. a slow day, because it was weekend and uh, because they vote, Because it was weekend vote <laughs> and, uh, and uh, it, nee, it was a long weekend and the vote en uh, blablabla. En je ziet hier rond de pot draaien en, draai, en, ja. en dan zie je inderdaad zo een generatie van studenten die je denkt fuck alles wat hier over klopt. Ja. Mm -hmm. Of ja, gelijk die, in die documentaire komt. Dat ook. Dat ze gewoon door een garage <laughs> van en dan zie je al die baggers staan met die gigantische auto's met chauffeur, maar die gasten. Die vliegen dan met, met, met EasyJet over in het weer en daar brengen die dan ook nog eens in. Ja. Dat zie je gewoon. Dat je denkt, ja, ja. wat is deze hier gewoon? Dat zit zo raar in elkaar. Moet ook, er moet ook eens een eind aan komen, vind ik. Er moet ook allemaal eens herbekeken worden van die gigantische bedragen die worden uitgegeven. dat je denkt van, ja, wat ga je nu? Kausvrouw, het is trouwens huishoudhulp tegenwoordig, Andries. Kaasvrouw moet er niet meer zeggen. Dat weet ik omdat ik ooit eens een optreden heb voor 250. Huishoudverantwoordelijke. Hulpsters. Hulpsters, ja. <laughs> Hulpden. En, en de NMC voor mij kwam op en die zo, hij hey, hey, is wel tof om voor kuisverantwoordelijk. Het is huishoudhulp en die zo. En wat toedoen we dan? Kassen. Ik ja, had dat ook met dingen. Mijn huismoeder dat ook. Dat is ja, ook zo'n ja. tijd. Dat, dat weet ik dat. Zo Rad van Fortuyn of. of uh, ja. ander, alsof, nee, de Walter ja. nog in charge was. En dan, ging, en dan vroeg hij altijd wat doe je beroepshalve. Ja. En dan zei hij. Uh, dat was er een tijd dat dat mode was. Dat, dat een huismoeder. Dat dat een huismanager was. Ja, ja. Okay. Oh maar God. je kunt toch ook ergens. Als je dat <laughs> ziet. Van die 21 mensen en zo. In, de ja. 512. Wat toevallig overeenkomt. met... Computerdingen, 512. Ik kom het wel eens opzoeken. Mm -hmm. uh, is dat niet een ding? 1024, 512, iets met RAM of zo, kRAM. Maar ja. de maar volledig Iets Iet met sorry. bytes of oh, megabytes ja, ja, ja. of zo. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Is dat, dat toevallig? Ik weet het. Uh, in ieder geval, als zijn er maar 21. Man the crazy de crazy conspiracy theorist in, uh, in, in yeah man, that's, that's not a coincidence, man. It's all in the numbers. It's all in the numbers. Maar dat is, ik vind alle. Er zitten ik, 512 dat... vrouwen vouwen in deze vlam. Ik weet niet of <laughs> je deze gezien hebt, maar dat, dat, dat betekent iets. Ja. sorry. Dat, dat, dat is niet. Dat is niet. <laughs> uh, dat is toch een beetje zo de Franse revolutie sfeertje, zo van, dat moet, als je zo voortgaat wordt het toch om terecht om geworpen allemaal. Ik weet dat maar niet. Is dat, dat zo? Kenner, nee, ik weet dat, maar, is dat, dat zo? Het, dat knakt bij mij toch zo. Ja. ja. Ik vind dat wel. Dat vind ik keigoed van die van de, Raoul van de. PvdA. Ja, dat wil hedenbouw. Dat ja, vind ja, ik ja. graaf, je die gast. Ja. O, daar ee, als, ga je het ook al over Als get, er één ja. politieke die moet zitten, want dat gaan we niet doen omwille van. Ja, maar dat weten dan dan, zit, dan dat, dat is moeilijk, hè, maar die zou ik ook wel schrijven. Die ja, ja, zat in de ideale wereld trouwens vorige week, dus je ja. moet oh, me vragen. Okay. Ja. Ja. Maar die komt echt met, met, met grave cijfers. En die zegt coole dingen in dat par parlement en er komt nooit een concreet antwoord op. Alleen ja. maar boe, boe. Ja, maar wat, en boe wat zijn boe. de dingen dat je dan zegt? Bijvoorbeeld de staking met de post, dat je zegt van die CEO. Mm -hmm. Verdient per jaar bij 850.000 euro. En hij is dan de man die dat tegen die werknemers zegt, die mm -hmm. amper 1200 euro verdienen. Er zijn er bij die dat al 15 jaar een wekelijks interimcontract hebben. Hè? Al 15 ja, 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 ja. jaar een wekelijks interimcontract. Is hij de man die zegt: de werknemers moeten uit hun comfortzone komen? Ja. Dat hij zegt: hoe kan dat nu? Ja. Dan heb je toch geen voeling. Met de mensen die je moet leiden. Ja. Als die staking al vijf dagen bezig is en die komt naar een belangrijke vergadering. en nog drie kwartier zegt hij: Sorry, ik moet nu door, ik heb een andere vergadering. Ja, dat kan ja, toch Ja, Dat is gewoon een onwaarschijnlijke fuck you. Dat is een dus ongelofelijke zit, fuck you. Gewoon ja. Naar, naar heel, dat, heel dat systeem. Dat doet mij denken aan iets custom anders. Hè? Maar dat was ook zoiets, ja. mega raar. Een maat van mij die werkt voor de Katoen Nation. En die hadden, okay. een, die hadden een cadeau gekregen op het einde van het jaar, zo'n nieuwjaarscadeau en dat was een gigantische fotoboek en je zag om die boek dat die mega duur was hè? Okay. een mega duur fotoboek van Ferdinand Huts of Fernand Huts of hoe heet je vindt ja. die dat er dan zo met een sigaar zit in zijn, in zijn bureau <laughs> en dan zo beelden van de Katow-natie en zo wat, hier en daar een met een vrouw in een bikini dat tegen een container staat en hij dat er naast met een sigaar <laughs> maar zo het wat zo maar, raar het bijna, ja, maar ook dat ik denk hè, in de macro bijvoorbeeld, waar ik jarenlang gewerkt heb. Dat kun je zeggen, ik kan me zeggen, dat is een hele coole werkgever. Die doen bijvoorbeeld dingen gelijk op tiende van tegen kerstmis, jij een kerstpakket. Ja. En dat is echt zo'n een, een box met allerlei eten in. En een kalkoen en dat soort dingen. En al die, werk, al die werknemers zijn er keihard blij mee. Want dat is zo. Hey, cool. Hè? Zo Christmas ja, 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 ja. dinner en al zo. En van die gast. Kreeg zo een, zo foto onder, een onderbetaalde kerel krijgt zo'n boek dat meer heeft gekost dan wat hij verdient. Dat kun je met, perfect als met, fo met, met foto's in van hoe rijk die event is waar je voor werkt. Maar je zal denken, gelijk die ene, dat dat tegen u is. Hè, van ik weet dat je het niet goed vindt wat ik doe, maar ze me graag bezig. Ja. <laughs> ik heb me nog die foto <laughs> nou, dat, <perfect. lacht> dat is trouwens 751 uh, uh, parlementsleven. Ah, ja. en, kon, okay. en, en als een brexit doorgaat, is het nog 705. Maar om daarop terug te komen... Ja, heb... Dat ontslagpremie je ook aangekomen. Dat is verschrikkelijk, hè. In Raoul Heertje zit er een no ontslag... die he, ja. heertje? Heertje? Heertje, heertje is die van ding, uh, de Comedy Train. ja, 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 ja. Voilà. ja Dat is iets okay. helemaal anders. <laughs> nog niet half zo belangrijk. <laughs> ik, ben, ik ben... Daarom ik... <laughs> Daarom meet ik dat altijd een beetje zo. Ik kan alleen maar zo met mijn buikgevoel of hart zo van. Euh. Maar dan, ja, maar wie zei dat juist en hoeveel was dat bedrag? Okay, ja. dat weet ik niet. Maar ja. die zei ook van. Uh, dus er was iemand uit het parlement hey, gestopt en die kreeg dan gigantisch veel geld als ontslagpremie. En die zijn woorden waren: Ja, ik wil me in uh, alle rust en kalmte kunnen voorbereiden op mijn overstap naar mijn privécarrière. Dus in de privésector. Ja. Was dat niet Jo van Deurze? Het zou kunnen. Jo van Deurzen, die, die op die comedy show was, uh, ja. toen dat ik er ook bij was, En dat de William ook speelde in een Toen is er toch zo'n... Je had die nog afgezeken, de eerste drie minuten van de show. Oh, dan die, waar zat die? Val, maar die... Nee, die, die, oh. die, die, in ieder geval... Ja, maar, even ook. <laughs> eens die, <laughs> die, ja. die mens is ook een van die uh, kerels die uh, goed gecashed hebben de laatste half jaar. Uh. Ja. ja. En wat, wat, wat? Die gast praat er iets over, die gooit dat gewoon op tafel. Baf. Ja. ja. Ik weet niet of dat er al nog geluisterd wordt, maar ik vind dat wel goed, dat hij eindelijk... Zo is zo'n wind in het parlement terechtkomt ook gewoon... Dat zou een goede stand-up comedian zijn, ook die kerel die kan klappen, dat is niet helemaal... Maar ook kennis van zaken en gewoon ja. de dingen benoemen, he, van kijk, wat, waarom krijgt zo iemand zoveel... Die verdient al 15.000 euro per maand en die stopt ermee en dan krijgt hij nog eens... Ja, ik kan geen bedrag zeggen, maar echt keihard. Ja, dat was, was ook in een tijd ook met die, met die, zie... die beurscrash in 2008. En dat ja. in ditzelfde moment leesde jij in de krant dat een aantal van die top CEO's in hun eigen een, een, een bonus uitbetalen van 50 miljoen. Dollars maar dat is, op het van da dat jaar, dat je denkt, hoe, dan begrijp ik niet, en dat, wat zegt dat dan over ons? Want jij hey, want zegt, daarnet, dat vond ik interessant, jij zegt, ja, dat zijn toch Franse revolutietoestanden. Je voelt dat toch van, deze kan toch niet blijven duren. In Amerika gebeurt zoiets... En je hebt wel een beetje Occupy Wall Street gehad, maar je hebt niet Burn Down Wall Street nee, gehad. Hè. Nee, nee. En dan denk ik, zijn wij nu op een punt gekomen dat we zo apathisch zijn, dat zelfs als nee. dat gebeurt, hebben we daar niks om doen? Nee, want we hebben het nog altijd... Te goed. Tienduizend keer beter dan ja. die Fransmen in Parijs uh, met de Franse Revolutie. alleen ja, in Frankrijk ja, ja, ja. gewoon, snap het, het leven is ook nog nooit beter geweest. Mm -hmm. <laughs> dat is ook echt zo. Dat is zo, waar, ja. ja het is, we hebben het echt goed, maar dat wil niet zeggen dat het dan nog altijd oké okay is om... Mm -hmm. voor zo'n dingen uh, van te zeggen we gaan ons er niet mee bezighouden en zo. Dat blijft gewoon heel raar dat, als een mens. Want ik vind het ook gevaarlijk om iemand echt persoonlijk aan te vallen. Want je weet zelf niet hoe dat je zou zijn in die situatie. Oh, dat weet, dat weet de je weet zelf dat weet de niet als van de gij... vol een volle bak wel. Ik denk denk, gij, ja, ik, die... denk, ik, denk, ik denk 9 van de 10. Als Wacht jij, even, jij zei Europarlement. Nee, nee, nee. Eh? Ik bedoel, dat weten 9 van de 10 vol bak wel. Als jij allerlei machtsposities krijgt en kan zit om postjes te pakken en massasystemen. Oh, te broer, jij weet al dat je een 0 als... zou zijn. Hey, no, maar nee, maar ja, op, 9 van de 10. Sorry, maar dan pretendeerde dat ik een idealistisch De 11 van die activisten met hun grote bakkers, denk ik van. tot op het moment dat jij daar staat. Wat niet wil zeggen dat dat geen waarheid is. Maar, oh, wat is het ...allemaal gemakkelijk. Zo ja, ja. dus van die dingen. Oh, I would never sell out for a million dollars. Don't worry. Oh, je they je won't moet. come and offer it to you. Ja, dat is dat de is... enige reden waarom dat je het kunt zeggen, is omdat je nooit in een situatie terecht gekomen... dat je gewoon moet kiezen. En dat je mensen hebt die dat wel doen. Dat zijn mensen waar ik van denk, alright, bangelijk. Ga je het daar, Ik zal dan maar zeggen, een keihard toem voorbeeld. Hè? We hadden eens een gesprek gehad over. Wie was dat, de sultan van Brunei? Dat zo'n miljard had aangeboden om Phil Collins voor te komen spelen op die is een verjaardag. En die zei, Sorry, ik ben het gewoon niet eens met uw regime, ik doe dat niet. Ja. Dan, en oké, okay, kun je kunt ook weer zeggen, Phil Collins had het niet nodig, hè? Nee, Want inderdaad. je heeft geld genoeg, maar als het dan toch alleen maar draait om Poen. Dan, dan, hé, dan, dan is er nog een negatie. want een miljard lotten denk ik niet zo mooi. Nee, dan nee, dan dat mag is niet goed. het hoeveel dat is een bedrag. Waar ik van zeg, als ze tegen mij zeggen een miljard en ga je moet een kwartier bloot komen dansen. Voor, uh, voor, voor, ja, voor, ik zie nu gewoon geen bezig. Dan denk, ik, dan denk ik, oh fuck, deze nee, mocht me niet uit dat je me Geren bezig <laughs> zie. Geef me dat miljard, man. Dus ik weet niet, ik weet niet hoe een idealist. Dat is ook dat ook ik heb dat ik vooral zelfs, van Jim Jeffries. En... Heb je dat gezien in zijn nieuwe special op Netflix? Dat hem uh, geboekt wordt door Jennifer Lopez. Ik heb dat. Uh, om nee. op de verjaardag uh, van Mariah ik Carey. Dat, ik heb dat ja, gezien. We hebben dat, dat live gezien. Dat hij dat vertelde. En dat, was dat, nog, dat mocht hem eigenlijk. Van Pariah, pariah fairy. <laughs> he, dan zegt hem zo. Yeah, I can't really say who it is, but I'll uh, 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 let's say a name rhymes with pariah fairy. <laughs> ja. <laughs> dan weet ik nog. Nee, you you're, you're an actor. Ja. No, you're a director. <laughs> he, <zo. laughs> Al Pacino. <laughs> ja, ja absoluut. Moet dan moet ook zeggen, van ja dat optreden normaal duurt hij een beetje een goede uh, <laughs> kwartieren blijkbaar als niemand mees, vier minuten. Ja, zo. Yeah, so, apparently it's only eight minutes long without laughter. Ja. Zo, want Ik heb wel de lach nodig om dat 15 minuten te laten. doen. Vooral dingen dat hij ook zo Eddie Murphy tegenkomt ja, ja. en dan zegt en in de keuken en Eddie Murphy zegt. Never gonna zeg, happen. That that's not gonna go well. Zo, zo echt zo. Ik moet hier optreden al een tafel, er is ja. geen micro. En hoe goed is dat, en dat de... Leonardo DiCaprio binnenkomt en je mocht zijn schoenen wel aanhouden. Dus iedereen moest zijn schoenen <laughs> al doen En Leo DiCaprio komt Hoe komen we er terecht? Ik weet het al niet. Ik uh... heb geen idee. Hij oh, ja, er miljard. over begonnen. Uh, dat, dat je dus... Uh, dat Phil Collins nee heeft gezegd tegen miljard. En hij ja, ja. had... Uh, uh, dus dat je dat en jij 15 minuten voor een miljard dat je het wel zou doen en ik moest in ieder geval denken hij stond er dan hij stond er dan af. ook zo af te tellen zo'n nog, nog drie minuten en dan heb ik wel wel was 80.000 dollar ja die had jij veel geld ervoor verdiend ja. maar, maar dan, wel, dat is wel iets wat ik ook gemerkt heb zeker toen wij begonnen en zo mm -hmm. je had zo een aantal keren dat je zo voor een bedrijf kon gaan spelen ja, en kreeg er veel meer geld voor ja. maar dat had ik zo'n slecht gevoel altijd nog ja, dat ik ja, 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 heel ja. snel in gezegd dat ik dat niet meer wou doen ja, dat is heel, heel raar Terwijl dat, dat ook in uw kop is. Want dat zijn ook maar mensen natuurlijk. Ja, maar het maar blijft dat er hard in. Dat is niet helemaal, niet helemaal waar. Want ik heb, ik heb er een, de, een van de laatste keren dat ik het nog heb meegemaakt, Dat was dat ik eens om de, de zee moest spelen. En ik begon. En dat was, een, dat was voor en Wolf. Hè? De, ja. Zo een van die shows van die mannen. Van, wat is dat? Comedy shows? Nee. Comedy shows. Ja, comedy uh, mm -hmm. Die shout-out naar no en Wolf. Maar uh, <laughs> wij waren, de, dat was een, een reeks dat ik in dezelfde zaal stond. Zo drie of vier dagen okay. na elkaar. Ah, ja, en, en, ik speel, keer. en ik speel zo ene. En ik begin, en normaal gezien, waar dat al direct een lach komt, komt die niet. Hè? Mm -hmm. En ik denk, oh, oké, okay, zo mm -hmm. zingt niet meer gewoon, want dat is al even geleden. Dus ik begin verder te spelen. Mega-arrogante statement, nee, nee, maar wel nee, waar dus ja, al als je het al. Sinds 1993. -19. Ja, inderdaad, sinds eigenlijk mijn eerste try-out uh, <laughs> ja, ooit, uh, dat, ooit. Ik, dat, ik, dat ik twee seconden geen lach heb gehad, ja. Uit ja. Thomas Smith. Maar in ieder geval, dus ik zit dan aan het zeggen, de lacht niet. Dan, ik voel dan nog eens, ik zeg nog iets, boem, er komt weer geen lach. Ik denk, maar dat is, ik weet niet, dat is care, dat is iets af, want ik zit niet. Ja, ja, ja. Slecht aan het spelen of zo. Dus, dus wat is hier om de hand? En ineens zie ik zo iemand voor mij zitten en ik zeg van... Oh, zo ga je de naamkaartje op. Ja. En, en, en dat is zo van... He, zo, ja, ja, wij zijn een bedrijf. Ik zeg, wie is uw baas? En die is zo van, ja, die zit daar. En die gast zegt zo zijn hand op. Zo'n goeie, dikke, West-Vlaamse middenstander zo, die Ja, uh -huh. dus, oh, Ja, maar kijk dan dat en ik had zoiets, ah, oh, ik zeg: Gollen zit eigenlijk niet aan het lachen, omdat Gollen wacht totdat de koning lacht. Hè, zo. En als het dan oké okay is, dan ah, ja. meiden we. Dus ik begin die daar af te zaken, hmm. man, voor tien minuten. Ja, heel die zaal ligt strijk en dat was weg. Maar je voelt wel, als je niet de metier hebt, zeker in het begin, ja, ja, om tuurlijk. dat door te hebben of om te voelen, dat klopt. Dan het de vreselijke optreden soms. Hè, ja. Dat je echt denkt, omdat ja. iedereen daarmee een andere houding zit, je zit daarmee collega's, je zit niet op uw gemak, je bent misschien een afdelingshoofd, je moet een voorbeeld geven aan. Je hebt niet gekozen om er te zijn. Nee, ook al. Dat is een bedrijfsuitstap ja. of een bedrijfsdag dat afgesloten wordt met een ludiek iets. Ja, Kei gezellig. Wat tof. leuk. Ga ze eigenlijk wel een toffe. <laughs> is goed, dat is echt cago. Valt, valt dat even mee? We vonden altijd dat dat zo'n spast was. Dat maar is maar kaag... eigenlijk is wel een spast. Maar, maar... Mensen hand. stiefmoeder heeft zo'n taat in thuis meegedaan. Dan speelde hij zo'n flik. En die had zo aan betaald gedaan in een of andere aflevering. In die reeks. En die ja. zit echt letterlijk in de Lidl of in de Carrefour. En dat is zegt. Echt... Dat vond ik nou echt niet tof gisteren. Hè. Ah, oké. Okay. En die zat er zo. Maar die zei ook, joh, dat is soms iets van een munt geleden. Ik veel wat ik gisteren zei, ja, ja, ja. Wat je kunt doen, man. Mensen die geen onderscheid maken tussen nu uw, uh, uw tv. zei dat zijn Game of Thrones. Ja, ja, ja jo, man, Prince je Joffrey. Kunt... Ze kennen nu natuurlijk ook niet Anders, zeg ik. Niet... Je kunt nu ook alles afschuiven van... Uh... Ja, ja, maar... Uh, ik bedoel, je, je in Nederland is kerel die een kerel die heel irritant is, gewoon Echt zo shock TV, zo. Dus mm -hmm. ja. Als jij dat doet, dan ja, moet je een beetje veranderen. Ik, ja. ik moet nu niet zeggen van ik heb dat nooit gedaan of ik heb dat niet gezegd, ik heb dat wel gedaan. Ja. Dus ja, dat is gewoon... Als je Prem Radakeshun mee... en je bent zo'n stok in het hoenderhok gooier die je zo in elk programma ja. dat je ziet alleen maar een, een, een standpunt inneemt om mensen kwaad te maken, ja. Ja. dan gaan mensen dat, dat van u denken van natuurlijk. Uw... Ja, ja, ja. Ja. Ik ben ook een foute vriend. Allee, ja. Ja, 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 ja. Ik heb dat meegemaakt, ik heb dat gedaan. Dus ik moet dat niet gaan zeggen... Ja, maar dat... Mm -hmm. Dat zie ik niet. Ja, nee. dat zie jij niet. Maar jij ze nu 51, man. Ja. What's 50. next for Thomas Smith? 51. Ik vermoed 52. <laughs> als alles goed gaat. <laughs> anders... Ik ben niet zeker, hè, maar ik vermoed een groot vermoeden. Voor, voor deze zou het misschien beter zijn dat nieuws. niet is, ja, stel, Nog en meer en volk. mij. ik wakker was ik niet eens terug 50. Kei <laughs> Nee, nee, ik vermoed 52. En, uh... was, dat, was dat iets zot? 50 worden? Is nee, het, het, wordt, wat het wordt echt gemakkelijker. Ja, de moeilijkste was voor mij 30. Voor mij 45. 45? Ik zeg 46. 46. Ja. 45. Ik ja. ben ja. een raar ja. Dus niet, niet de 0 zelfs. Gewoon nee. de 5 in, ja. in de 40. Ik ja. wil dadelijk zeggen dat je bang is van de 50. Ja, een beetje wel. Bang, bang van de 50. Ja. 30 was. Maar nu, ik denk, denk ja, dat het ook te maken heeft met wat er gebeurt in je leven op dat moment. Nou, 30 was voor mij net voordat ik mijn stand-up begon. Ik ben pas op mijn mm -hmm. 32 begonnen. Ik zat toen echt in dat muziekding dat manier niet van de grond, van de kwam. grond kwam en uh, hoe ik voor in zat dan, dan, en dan. ik weet nog mijn 30e verjaardag was het ingedaan met de muziekgroep waar ik in zat en met mijn lief. En ik weet dat ik echt op mijn verjaardag op mijn bed lag. Ik heb niks, <laughs> Ik heb niks. <laughs> Want op dat moment denk je dat dat alles was natuurlijk. Ja, ja, ja. Want ik lag wel op een bed, bijvoorbeeld. Ja. In een appartement dat warm was. Maar een lichter dan wel. Ik heb niks. Ik heb niks. <laughs> Zotte. En ik dacht echt: oh my god, mijn leven, hoe gaan naartoe? En 40, dat was dan al minder. Maar dan heb ik heb een stoot meegemaakt op mijn 40ste verjaardag. Ik woonde toen boven de Joker. Yeah. En uh, mijn vriendin van toen had zo een verrassingsfeestje georganiseerd. Maar de sfeer was heel raar in de Joker. Want de Joker was ook gewoon open. Mm. En Er waren niet zoveel mensen <laughs> op mijn verrassingsfeestje. Mm. En er waren meer gewoon klanten. Dus ik kwam naar beneden en er was zo een handvol mensen die zeiden: zo, Verrassing! En dan de rest van toen. toch. <laughs> dus. <laughs> Dat is een beetje raar, maar ik dacht, oh leuk, 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 en ik denk oh ik kom boven even zien. Zo, ik weet niet meer wat, ik ging naar boven met een pint, <laughs> en ik weet nog dat ik terug naar beneden kwam. en op weg naar beneden gleek ik van de trap, en dan ben ik echt zo met twee pinten in mijn hand zo, die trap afgegaan, zo echt een, een pijnlijk gat, uh -huh. en ik was 40 geworden, en ik dacht van, hoeveel was dat, dat was allemaal zo, <laughs> zo ik... en dan zo in die sfeer, halve sfeer, café, was zo, wat voor een loser, zing <laughs> Ik heb dat niet voorzien dat dat gebeurt op een verjaardag, oh. echt zo, ik denk, dat Sabrina, heeft dat trouwens gezien, dat ik van die, uh, die nogalke, denk je zo, maar dat ik heb veel pannen hoor, en ik toen, nu is dus niks aan haar en ik dacht, dat... eigenlijk wil ik gewoon beginnen blijten van, is deze dan 40 euro, tram 4, tram 4, dat die een tram 4 en dat die een tram in pan valt zo een vliegende start ja. voor de komende tien jaar. Woehoe! Godver, hè? Ja, we zullen zien. Hè. Hopelijk doen we dat met 50 Let's aim eens... lower. Let's ja, aim wel. lower. Ja, ja. Wat, eh, uh, maar vijftig is heel tof geweest. If you can't beat them, lower your standards. Ja, voilà. <laughs> <Zo weet het. laughs> en en, en waarom wat was, wat was cool on 50 dan? Waarom voelde dat dat... Uh, want je zegt het wordt gemakkelijker. Wat wordt er dan gemakkelijker? Ja, om de... Maar het, het heeft ook weer met de keuzes te maken dan, denk ik. Uh, uh -huh. omdat je, Wat wordt er voor u gemakkelijker, ik zal het zo zeggen? Uh, om, om, uh, om, om dat te aanvaarden, denk ik. Gewoon, dat je gewoon zegt, oh, je zet dat nu gewoon. En, dan, uh -huh. en, en dat je uit, uit het verleden merkt dat heel veel dingen dat je toen dacht van doorslaggevende aard waren, dat die dan helemaal niet zijn. Uh -huh. Dat het gewoon niet is. Dat dat gewoon allemaal verder rolt en dat het allemaal wel best meevalt. En al die angsten waar dat je mee zit en zo, dat je dat allemaal wat, wat makkelijker kunt plaatsen. Gewoon. Omdat je ook niet anders kunt. Gewoon, hè. Je hebt gewoon minder, uh, minder reden om daar zoveel energie in te steken. Gewoon. Ja, Dat doet mij een beetje denken aan wat uh, Ricky Gervais met zijn nieuwe show, Humanity, als hij een ja. interview zei. Dan zei hij zo: Wat well, okay. een I'm going to be dead in a few years. En dat, was, en dat was heel hard, die is een houding van, het interesseert me niet meer, want ik heb nu besloten dat ik toch niet lang niet meer te leven heb. Ja, dat is uh, zeer gebald, het gezegd, en, en het klinkt negatief, maar het is ja. enorm bevrijdend, hè, ja. wat hij zegt. En dat is ook waar, dat je gewoon ineens het van, oh, maar gelijk bij LZX, it's just a ride, it's just a ride. En dat je dat vergeet heel een tijd, ja, dan is dat ineens over, en je hebt de rit niet meegemaakt, bewust. Dus, ja. Uh, yeah. Ik denk dat dat het is. Dat het allemaal daar wel op neerkomt. En het wordt in u. Want wat was. Wat was u uw... uw uw dingen een jaar geleden, 45, Wij was de grote angst en over het grote trigger nog, dat je... Oh wat ik nog wel gaan doen, wij, 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 er is ook heel veel veranderd bij ons. Hè? Wij zijn uh, begonnen met die podcast op mijn 45, dat was iets nieuws en dat is heel cool. Oh, is ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Maar er waren bijvoorbeeld dingen, de band was aan het stoppen. dat Dat is 13, 14 jaar van uw leven. Dat en waarom zo gestopt? Um, allerlei redenen, maar eigenlijk uh, voelden we jou, die buitenlandse carrière, dat was, dat was alleen maar investeren en werken en je voelt niet dat dat echt keihard echt vooruit In in, Bel in België waren we wel kei goed bezig, maar je voelde ook wel dat je wat op je limiet zat. We waren ja. ook al lang bijeen, een, een nieuw, nieuw plaats schrijven en een EP waar we aan begonnen waren. Het ging niet meer vanzelf, nee, je voelde nee. ook, mee ja, ik snapte, dat was zo'n soort het. <laughs> Ja. En je voelt jou, ja, je kunt kiezen van te blijven gaan totdat dat het mekaar valt. Of ja, je ja, kunt ja, ja. zeggen, nee, nee, zo, one last hurrah en we zijn, en we zijn ermee weg. Okay. En dat is een heel goede beslissing geweest, daar niet van. Maar ook wel beangstigend. Want in ieder geval, heel dat deel van uw zijn als muzikant, Lotte even gezegd. Wat niet wil zeggen dat dat gedaan is, dat nee, nee, maar maar dat ja. eindigt. Hè. Ja. En ik werd vooral heel hard ge geconfronteerd <laughs> met. Hellboy valt er zelfs van flauw. Uh, waar ze van die dingen. Die, die gewoon um, voorbijgaan. Dat voelde ik heel hard. En ik werd ook heel hard geconfronteerd met ouder En met, oh shit, eh, misschien kan ik dat niet meer doen. En ik heb nu de deze keuzes gemaakt. En waar wil ik nog naartoe? En moet dat, dat dan is... nog een sportpaleis zijn? Hoe dikwijls wilde dat nog blijven doen? Is dat wat dat je nu zegt? Zo'n evenementencomic? Dat is allemaal, Van, het is moet allemaal zo lulkoek. lulkoek ja. Dat is echt lulkoek. He? Dat ja. is... Dat's... Eigenlijk wordt dat de voorstelling nu overgaan, eigenlijk. van dat, dat beestje erboven. Ja. Uh, dat, dat is allemaal. Maar dat is goed, hè. Je, moet dat, je moet dat meemaken in een paar moment. en, dat, en je moet dat nog blijven meemaken, ik heb dat ook. Maar als je het kunt zien, is al een, een klein stapje hè, van ah, ik zit niet met een kop ontlulen. Ja, ja. Want dat is allemaal niet waar hè, wat je zegt. Hè. Het feit dat jij stopt met die groep, betekent niks. naar <laughs> vandaag en morgen. Ja. Je kunt even goed morgen. Terug een nieuwe groep beginnen of terug opnieuw beginnen. Hetzelfde met brexit. Ja. Niet omdat je dat ooit beslist is dat dat tegen willen en Dank. Dat je erop moet vastklampen. Totdat je Oh, zo... dat ja. is een beslissing beste. Nee, whatever. Ja, ik heb al wel een, een, een aantal van die dingen gedaan, hè, zo destijds, ik weet dat nog. Dat stopt voor onbepaalde tijd met comedy ja. En dan heb ik eigenlijk, basically, een, een jaar zoiets gehad, oh my, en twee jaar, allee, is dat lang genoeg dat ik terug ja. kan gaan beginnen? Hè, dat toen je, je, zo... je stopte, snap je ja. dat wel? Dat je... Ik zat wel eens op zo... mijn, mijn plafond, dat ging oh, niet ja, meer. Jongen. Ja, dat ging niet meer. Die aandacht constant gewoon. Hoeveel na... sportpaleizen echt in elkaar? Uh... Ja, de eerste keer vijf, de tweede keer vier dan. Uh, nu, ja, drie. nu drie, Oei. maar wel. We all know where that's going yeah, to. <laughs> that's, that's going to one, <laughs> one Sport Palace. Wat een ellende. Jij zit de Benjamin Button van. Dat kon niet. Hoe wow, ouder ik word, hoe slechter dat dat wordt. Twintig sportpaleizen, uh, eentje Lotto-Arena ge geannuleerd. Café de Sportvriend, <laughs> ja, heftig. Uh, <laughs> voor vijftien man zo. En nog iets, <laughs> <eat>. en die <laughs> zitten er, We <laughs> worden niet geren, maar we zijn een geerder <laughs> Oh Schoon, schoon, schoon. Dames Kun je nog ik... dat dingetje doen met die hand ook? <laughs> Maar ik denk dat de cirkel rond is. Toen was Witwat een mooi afgemaakt. Ik moet wel ja. even uh, we zeggen, voordat we eruit gaan. Um, uw, uw show loopt nu ja, 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 ja. momenteel uh, premiere is... Uh, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar 9 februari in Mortsel is de première. In Mortsel? Waar? Ja. Uh, het Sociaal Centrum van Mortsel. Alleen ja, uh, de okay. naam. Je oh, okay. moet eigenlijk nu zeggen: uh, nu vrijdag is de première. Ah ja, oké. Okay. Dus okay. nu vrijdag is de première. Uh -huh. Ben... Nu vrijdag is de première in Mortsel. Um... En ik ben eigenlijk een week ouder dan je zou vermoeden. Dat dacht ik, mocht ik zeggen er aan. Uh, hoe heet dat nu weer al uh, de, 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 de ene naam? Dat is C. Uh. Mm -hmm. Andries gaan we het te googlen, terwijl wij. Uh... Terwijl, wij, dat wij, ons zo... nou, <laughs> terwijl ja, wij ons in stilte ja, dus bezighouden. Zie ik hem niet doen. Terwijl wij ons al te bezig En dan toer ik er nog mee tot mij. Nee, in ieder geval de naam Cultureel Centrum Mortsel. Kijk eens aan. <laughs> Dus in premier, waarom Mortsel waarom even, even rap? Dat uh, is zo so afgesproken geweest. Ja. Uh, dat was niet een zaal dat je echt gekozen hebt om te zeggen. Ik heb dat is wel de eerste keer dat strak iemand in zijn plooien viel. Ik mm. vond oh, dat was tof. En ik wou iets niet in Arenberg doen. Ik ja. kan nu de Naarenberg in mei doen als laatste van, van, de, van de eerste boekingsseizoen. Ja, ja. ja. En ik was dus. Als laatste in de Narenberg komen en niet als eerste keer. Mark okay. Liebrecht. Mark Liebrecht. Sorry, ja, ja. Zie je het? Ja, Mark Liebrecht. Daar uh, gaat hem 9 februari in premieren. Maar ik heb al, alleen uh, dat was de geprikte aanzender, ondertussen is Mechelen erbij gekomen en hij is op de Berg. Dus die heb ik ervoor al gespeeld. Ah, ja. Vandaar dat er al een recensie was. Ja, 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 want ik ja, dacht voor dat de, de première, premieren al ja, eigenlijk bijna. Maar uh, ja. die, die persoon had uh, uh, mij gebeld voor te zeggen: oh, Ik ben er dan niet, mag ik vroeger komen? Heb gezegd: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Het is oh. trouwens zaterdag 9 februari. Dus heel ons ding is uh, niet, niet echt stijlvolle gelukkig. Okay. <laughs> Het is dus nu zaterdag moeten zeggen. Ja. Nu uh. zaterdag. <laughs> ja, ik, goh, 9... ik weet niet ik in die koffie. Ik, ik zit niet Het is dus nu zaterdag hè? Ja. Is de première. Oké. Okay. 9 februari in. Uh, Mark Liebrecht Mark in C -C Mortsel. C -C ook gekend als CC Mortsel. Ja. Uh, een toffe zaal denk ik. En ik heb er zin in. Dus, uh... Oké. Okay. Ja goed. Moet jij zelf spelen ja. Uh, 9 van de 10 wel, maar ik nu, wel... nu zaterdag moet ik spelen, maar ik wil wel komen kijken in de loop van ah, uw, ja. uw tour. Kom ik ja, moet het zelf moeten spelen. Wow, dat gaat meevallen nog. Dat gaat ja? mee ik ah, kan okay. wel kansen hebben om te komen kijken. Want ik wil het wel doen, want ik heb u alleen eigenlijk nog maar in de laatste jaren, ofwel eens in de Joker of links en rechts, ah, mee wat ja, try-outs ja. of een avond is gezien dat wat toevallig nog eens samen echt, echt En vind ik ook, dat is ook iets eigenlijk, hè, mm -hmm. om naar te streven. Ik ben echt blij. Maar strak had ik zo: oh, deze is de beste dat ik gemaakt heb. En nu heb ik weer opnieuw. Oh, deze is echt de beste dat ik gemaakt heb. en Dat vind ja. ik echt tof. Uh, die, ja. de ik zou het een eer vinden moeten komen kijken. Jij ook, Andries. Uh, voor de mensen die aan willen komen kijken, maar niet kunnen. Nu, zaterdag. Uh, je kunt mijn speellijst vinden op thomas.smith.be. Slash agenda. All right, cool. Dat weten we dan allemaal. Thomas Smith, dankjewel om hier te zijn. Het was Thanks mega cool. Ik ben blij dat je eindelijk hier gerokt bent. My brother from another mother, Andries Bekkers, as always. En ik ben en zal altijd zijn uh, Alex Agnew. Totdat ik dood ben en dan zal het iemand anders zijn. Who cares? Whatever. Later, biatches. Diep. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welkom to de AA. Ah uh ah, -uh, ik ben hier aan u de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de besteed. Naar de feest. Ribbels Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.